allemaal welkom. We gaan zo meteen lekker de Pulsbond inzendingen bekijken. En ik was het echt niet vergeten hoor. Ik weet dat we alweer halverwege februari zitten. Dat de deadline afgelopen oud en nieuw was. Maar ja, weet je, er kwam een FaceStream tussendoor. En dan kwam er weer een evenement in Animal Crossing tussendoor. En soms heb ik gewoon zin om iets anders te streamen. Maar vandaag gaan we kijken naar een eerste deel van de Pulsbond inzendingen. En zoals trouwe traditie doe ik dat nooit kaal. Dankjewel Brecht. Draai maar rat. Kattenoortjes, oh, dat is schattig. Hé, Omri, lijk ik dan op jou? Ik heb de kattenoortjes op. Nou, kan ik in ieder geval nog normaal zeg maar naar mijn scherm kijken. Maar wie heeft het trouwens allemaal meegedaan met deze? That's right. Oh. That's right. Epica, welkom. 8e keer alweer. Uitroepteken vlag in de chat. Dan mag je, we gaan weer naar de neutrale vlaggetjes. Dan mag je een kleurtje kiezen. Brecht zegt, dat vind ik leuk. Mooi. Dan heb je niet je tickets verprutst. Dan heb je een leuke beloning gekocht. Zeg het maar, Epica, groen. Ik had het kunnen weten. Jij gaat vaker voor groen. Wat spel je? Ik spel Epica best. Kijk, heb ik het goed geschreven? Klopt hè? Naam is goed gespeld. En een 8 aan de achterkant, want 8 maanden alweer. Daar sta je Epica in het potje erbij. Dankjewel voor je subje. Het is toch niet dat die gasten van Paranormaal naar Simpel zijn gekomen? Ik hoop het niet voor je. Lianne zegt, ik heb meegedaan geloof ik. Ja, ik snap het. Het is een tijdje geleden. Welkom Softijs, dankjewel voor het volgen. Het is de editie met het basisspel Slaapkamer. Met dat schilderijbed, de sterrennacht van Van Gogh of zo. De schildersezel in die slaapkamer, die editie is het. En wat ik speel, als je goed kijkt op de stream, dan zie je zeg maar hieronder op Twitch, zie je zeg maar mijn streamtitel staan en dan zie je ook de game staan, wat we dus gaan doen. Ik vul dat altijd netjes in. Kijk, Simpel gebruikt even de Discord-command, kom er gezellig bij. En Wik, ja, dat bed van Van Gogh. Ja, Sterrennacht heet hij toch? Ik vergeet het elke keer. Ja, laten we maar gewoon gaan kijken naar de inzendingen. Pulspant 2001, kom op. Je kan het. Hoe is het met mij? Prima. Als de galerij wil meewerken, zou het helemaal top zijn. Ja, daar zijn we. Oké, we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inzendingen. Want ook deze laatste inzending is keurig op tijd ingeleverd. Het is de baasspeleditie, dus ik hoef ook niet te checken of iemand een pakket niet heeft. Ik moet natuurlijk wel checken of ze de kamer in het huis hebben gestopt. Of we alle 12 vandaag gaan redden, ik weet niet. Misschien, het worden er waarschijnlijk 2 streams. Maar we gaan beginnen met onze meest recente subje. Dat vind ik wel grappig. Epica. Jij bent als eerste aan de beurt. Kiyomatsu. Zie ik mijn slaapkamer? Ja, die zie ik. Daar is de kamer. We gaan er straks wel even in om even weer ons geheugen op te frissen. Kiyomatsu. Is momenteel onderontwikkeld. Deze enorme kavel heeft geweldige kansen voor... Volgens mij is dit de standaard tekst. Is dit de standaard tekst van IE? Of heb je die zelf getypt? Maar in ieder geval, Pulsband 2101. Epica best. Pulsband 2011. Hè? Jij wil in 2020, in maand 21. We gaan hem downloaden, gemeubileerd. Yes. Hoe mijn huis eruit ziet, weet ik niet meer. Dat is voor jou ook een leuke verrassing. Oké, we hebben hier het huis van Epica Best. Dit is de buitenkant. Oh, er is iets misgegaan. Hier hoort een zwembad, mensen. Hier hoort een zwembad. Ik heb de Move Objects aangezet, maar ja, het heeft... je hebt het natuurlijk ook gebouwd in die wereld van Sneeuwpret, die Mount Komorebi... Dus misschien dat dat ermee te maken heeft. Dat hij het hier op deze platte kavel niet doet. Maar ja, dit is de buitenkant van het huis. We hebben ook nog zo'n mooie bron erbij. Je kan hier lekker picknicken. En dan hebben we hier 2 fietsen staan. Oh, je kan hier ook naar binnen. We moeten eens even kijken wat de voordeur is. Want we hebben hier ook een deur. Ik neem aan dat dit dan de voordeur is. Sneeuwpop erbij. Ja, je moet even bedenken dat dit is in een wereld met sneeuw gebouwd, mensen. Dus... Er staan niet random 2 sneeuwpoppen. Het hoort in de omgeving. Schommel. Oké, nou dan gaan we naar binnen. Beide deuren heb ik nodig. Oké, oh, er zit een haar in mijn gezicht. Ga weg. Ja. Zo. Nou, daar gaan we hoor. En de challenge was in december. Dus ik zie al een kerstboom staan. Hier komen we binnen. Ik heb een schoenenrek, een dubbele schoenenrek zelfs. Er is daar een deur. Hier hebben we kunst hangen. Zo'n kapstok van Sneeuwpret met een witte kerstboom. Dan zal hier misschien wel de wc zijn. Oh, hier is mijn slaapkamer. Kijk jongens, even geheugen verfrissen. Dit is de kamer die ik dus toen heb gebouwd.
Oh, dat is geinig. Het is heel apart, want je hebt dus geen privacy als je in dit huis woont. Als je een vriendje of vriendinnetje hebt en je ligt in het bed, kan je niet zomaar gekke dingen doen als er mensen in de keuken rondlopen. Maar... ja, dit is dus de kamer die ik heb gebouwd met dat Van Gogh bed. En dan hadden we daar een zithoekje. En dan hebben we hier schildersezel met een kledingkast met een tv'tje. Dus dan hebben we even een geheugen verfrissen met welke kleur ik heb gebruikt, welke stijl ik heb gebruikt en zo. Dan gaan we even om de boom heen. Dan hebben we hier de zithoek. Vind ik wel heel goed pas. Ik zie de kleuren terugkomen, ik zie stijl terugkomen, ik zie kunst hangen. Ramen zie ik erin terug. We hebben daar een haard en een aparte plek om lekker achter de computer te zitten. Hoi Mieke, welkom. Oh, zal dit waarschijnlijk de wc zijn? Even kijken. Ja, hier is de wc. Oeh, schuin geplaatst. Ja, oké, dan gaan we die hier uit. En er is split level gebruikt. Dit is de eerste pulspand waarbij dat kan. Daarvoor heb je gordijnen toch? Ja, dat is waar. Hoe ging ik ook weer omhoog? Nee. Dit is de eerste pulspand waarbij split level toen was uitgekomen. Dus we hebben hier een keuken met split level. Hier heb je ook weer een heel leuk hoekje waar je kan zitten. De koelkast. Aanrecht en zo. Ja, heel tof. Oké, volgens mij was dit het ene gedeelte. Want er zijn voor de rest geen deuren meer, hè? Nee, oké. Dan gaan we even zo eruit. Want dan moeten we die andere deur vinden. Deze. Lijkt zo lang geleden. Ja, dit is pulspand 2101. En die pulspand daarvoor was 2008. Oké, omhoog en naar voren. Dan gaan we door de tweede deur. Kijken wat we hier tegenkomen. Oké, dan komen we in een gang binnen. Oh, kijk. Oeh, schiet me rot. Ryan, dankjewel voor het volgen. Welkom. En ook Tweedy Games NL, ook dankjewel voor het volgen. Hier kan je lekker schilderen met mooi uitzicht. Hier hangt ook weer kunst. En we hebben hier... Oh, kijk, hier hebben we nog een plantenbak. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Wop, wop, bijna 1 jaar abonnee Kimpulhart. Ja, bijna 1 jaar, Annette. Wauw. Nog 1 maand en dan is het 1 jaar. Ik vind het zo'n gek idee. Maar ja, uitroepteken vlag in de chat. Je mag een vlaggetje kiezen, kleurtje kiezen. We zitten weer op de neutrale. Oh, tijd gaat echt snel. Over 1 jaar gesproken. Dat is dus 21 maart. Dan stream ik 1 jaar. En dat gaan we dan ook vieren hier op Twitch. Want het valt op een zondag. Dus dat is toch perfect dat je eerste jaar jubileum in het weekend valt. Dus op zondag 21 maart gaan we lekker feestdriempje doen. De vlag is stuk. Nee, waarom is de vlag stuk? Oh, bij mij doet dit wel. Oké. Vreemd. Maar ik heb inderdaad roze. Roze voor Willy Lazy Lady. Ik vind het wel ook wel heel grappig dat... Ja, jij bent natuurlijk mijn oudste subje, mijn eerste subje ooit. Over een maand is het natuurlijk mijn eerste jaar jubileum. Maar op dit moment is het voor degene onder de rivieren carnaval. En daar heeft het getal 11 heeft daarmee te maken. Toch een beetje het gek getal of zo. Het begint toch ook altijd op 11 november, de carnavalsvoorbereiding. Dus dat je juist nu je 11 maanden hebt tijdens carnaval, vind ik ook wel grappig. Bianca zegt, ik mag niet meer naar de blunder van zondag. Willy Lazy Lady met een elf. Hij is echt roze. Ik weet dat s'avonds, dat is een beetje het nadeel, dat s'avonds lijkt hij oranje. Maar hij is roze. Ja, waar ik woon is de 11e van de 11e is Sint Maarten. De dag dat mijn lichtje branden mag. Daar sta je, Willy Lazy Lady. Dankjewel voor jouw subje, je 11e alweer. Dubbele 1. We gaan weer verder. Muis hierheen. Oké, we zijn dus boven aangekomen in de hal. En we gaan gewoon door alle deuren heen. Eerst door deze deur. Oh kijk, hier is de badkamer. Want in de andere deur beneden had je wel een wc, maar geen douche. Oh kijk, hier heb je dus en een douche en een bad. Dubbele wasbak. En hier dezelfde wc als die beneden is, dus dat is wel leuk. Nou, als je door die deur gaat, kom je dus op het balkon. Dan hebben we deze deur. Oeh, ook een bed met een verhoging. Hier kastje met kunst. Hier hebben we weer zo'n hoekbankje. Leuke plantjes neergezet. En het bed op een verhoging. En hetzelfde bed, maar met een ander dekbed erop. Dus heel goed weer gematcht. Leuk. En de zonnebloemen, is dat ook van Van Gogh? En dan hadden we nog 1 deur. Ja, achter die plant verstopt. De laatste deur van dit huis.
In ieder geval, daar ga ik vanuit. Misschien is het wel zo'n kamer met een deur in een deur in de deur. Oké, peuterkamertje. Hier kan je lekker zitten aan een tafeltje, aan een bureautje. Dan hebben we hier een leuk poppenhuis en een bedje voor de peuter, de blokken. Twee violen zelfs. Waar is de trommel en de fluit? Oké. Nou, dit is het huis van Epica. Dit huis. Heel leuk ook dat torentje zeg maar doorgetrokken naar boven en hier ook. Ja, laat weten in de reacties wat je ervan vindt. Oh, het is een kinderbed. Dat zou ook kunnen, ja. Epica Best. Als je denkt, dit huis wil ik downloaden, hier wil ik wat mee. Dan kan je hem dus vinden op Origin ID Epica Best. Ja, laat vooral alle leuke reacties achter. Kijk, Binky vindt het een goede aftrapper. Ilse zegt, ziet er leuk uit, heb alleen niet veel gezien. Joyce vindt het super mooi. Femke ook. Menno zegt ook, heel leuk en mooi in de stijl van de kamer. Ja, hoi konijn, welkom. Eet smakelijk, Ilse. Oké, wij gaan door naar het tweede huis. Deze woning is van Lola en Jamie. Ze zijn echte plantenmoeders. Maar helaas is hun vrolijkheid laatst nogal verminderd. Oei. Ze hadden een kleindochtertje bellen. Ze was. Dat klinkt niet goed. Ze was erg speels en hield ervan om met haar grote poppenhuis te spelen en te bouwen aan schoolprojecten en op de bouwtafel. Plotseling werd ze vermist en haar lichaam is gevonden ergens in het bos. Jeetje, lekker duister. Dit had beter gepast bij die kelder toen. Lola en Jamie waren er kapot van en praten nu nooit meer met anderen. Daarom hebben ze een altaar voor bellen in de gang staan. Pulsband 2101. Oké, we gaan deze downloaden. De pottenmakersheuvel, gemeubileerd. Ja, Bianca, wow, dat klinkt niet best. Lekker duister. Hier is het huis. Maar voordat we dat gaan doen, denkt Epica, eerst gaan we Kim nog even verder versieren. Pinkie heeft kippenvel. Wat komt erbij? Wordt zo dicht op alles weg. Het scheelt echt een millimeter. Oeh. Wauw. Maar het wordt het kroontje. Echt zo dicht bij alles weg. Hoe dan? Kijk, nou ben ik niet zomaar een katje. Nou ben ik koningin katje. Ben ik nou een kattige koningin? Oh, Menno denkt, ik kan nog wel wat bij. Jakke zegt, die combi is wel echt cute, ja. Kattenoortjes, oh! Nou Menno, nu we toch bezig zijn. Ik ben geen kattige koningin meer. Ik ben nu alleen nog een koninginnetje. Oei, 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 daar gaan je punten. En daar gaan de oortjes. Daar heb ik alleen het kroontje nog op. Oh, nee. Oké, nou gaan we weer. Het wordt... Menno, je bent een beetje pechvogel vandaag. Daar ging het kroontje. Ach, kroontje. Oh, wauw. Het is niet jouw verkleedpartijtje dag vandaag. Dat is pech, alles weg. Zo. Ik zeg, je had moeten stoppen op je dieptepunt. Nou, oké. Okay. Even kijken hoor, want we gaan naar het huis van Simone Monique. Maar die heeft geen gebruik. Oh, nee, tuurlijk. We gaan gewoon nog door. Nou, denkt Annette. Nu is alles weg. Nou ga ik het risico nemen. Oké. Flappable hoofdband. Leuk. En rood. En ik heb rode vest op. En ik heb rode oogschaduw. Ja, het lijkt op Cam. Meer een beetje bronsgoud. Maar er zit een rode zijkant op. Zo. Gaan we toch versierd naar het tweede huis kijken. Naar het huis van Simone Monique. Ik weet niet wat de Twitch-naam is, want die is niet in de beschrijving erbij gezet. Kijk, zo hoort het. Leuk dat je er was, Jesse. Tot de volgende keer. Oké, dit is dus het huis. Ik vind dit al leuk. Zo'n plekje met een overkapping hier. En dan hebben we aan de achterkant twee grote bomen. Met dus ook een zitje waar je lekker kan zitten. Barbecuen. Zonnebaden. Maar we gaan hier naar binnen. Oké, ik moest even middag maken. Zo. Ik zie hier een fiets. We hebben plantjes staan. Ah, It's Simone is het. Het huis van It's Simone. Even kijken. Zo ging ik omlaag. En we komen binnen. Ik ben nog steeds iets te hoog. Zo. Oeh, het is hier al lekker echt zo'n rommelig kunsthok. We hebben hier dus een dubbele kast. Zo leuk in een hoekje gezet. Dat vind ik een leuk idee.
Hier kan je zitten. We hebben een bonsaiboompje. Kapstok. Er staat een tas op de grond. We hebben hier ook kastjes met allerlei spulletjes erop. Oh, is dit het altaar? Aangezien hier dat skeletding staat. Oké, eerste deur. Hier gaan we naar binnen. En hier hebben we een badkamer. Dus een wasbak met een douche en een wc. Oké, de badjas hangt in de douchecel. Oh, hier is het altaar. Oh. Met een poppetje erbij en de urn en een roos. En dan allemaal tekeningen. En dan neem ik aan dat deze tekening dan dat meisje moet voorstellen, Bellen. En dan hebben we hier ook weer van die poppen staan. En een schildersezel. Allemaal bloemetjes hier. Oké, dan komen we de volgende ruimte binnen. We hebben aan deze kant de keuken. En ja, zo te zien hebben ze nog steeds wel aan het kind gedacht. Want haar stoel staat er ook nog steeds. De glazen staan er nog steeds. Dat vind ik wel creepy. Dat het meisje is dus vermist. En dus gevonden. En inmiddels gecremeerd. En dan staan er nog steeds 3 glazen op tafel. Ja, hier hebben we de keuken. En dan gaan we door de keuken. Zal dit haar kamertje zijn? Ah, haar kamertje. Met allemaal haar schoolprojecten. En allemaal leuke decoraties. Het dagboekje ligt op tafel. Bed met een knuffeltje op het kussen. En dan hebben we hier een speelhoek. Ook allemaal met leuke knuffeltjes en poppetjes en dingetjes erin. En dan hier knuffels bij elkaar. En dan nog de Lego tafel. Met fotootjes aan de muur. Ja, ze hebben haar kamertje in ere gehouden. Het lijkt net of hier vee staat. nou, dan kan je hier via de deur kan je dan de tuin in waar je kan barbecuen. Dan hebben we hier een engeltje achter de bank. Met een pride vlag. Kijk, details. Details. Ja, hier kan je dus televisie kijken. En hier staat ook allemaal weer een kastje met allerlei spulletjes en zo. En dan gaan we door deze deur. Bianca zegt, ik vind het echt super, super tof gebouwd. Maar het idee erom krijg ik gewoon kipvel. Ja, oké. Dit is de kamer die ik heb gemaakt. Volgens mij hebben we dan alles al gezien. Want er is geen boven, hè? Ik kan wel zo doen, maar... nee, er is geen boven. Dit is het huisje van Simone Monique. Ik ga het even checken. Want... ja, dat was hem. Badkamer... keuken, woonkamer, kindslaapkamer en de ouders. Dus de pottenmakersheuvel van It Simone. Laat weten in de chat wat je van dit huis vindt. Daar komt ie. Simone Monique, als je denkt, dit huis wil ik downloaden. Dit huis, daar wil ik iets mee. Annette zegt, heel leuk. Vooral ook het verhaal erachter. Menno vindt dat ook. Femke vindt hem super leuk. Bianca vindt de veranda erg leuk. Ja, dit is het leuk, hè. Dat je met de toeren zijn altijd van die dingetjes waar je echt geïnspireerd van kan raken. Brecht vindt het ook dat met die storyline het echt tot leven komt. Epica vindt het een mooi huis. We gaan naar de volgende. Dit is het huis van de Sharon. Ik weet niet of ze er is. Dit huis heeft Fleur geërfd van haar ouders. De kamer van haar ouders heeft ze gelaten hoe het was als vroeger. En de open haard heeft ze ook laten staan. Voor de rest heeft ze het huisje verbouwd. Ze heeft een aanbouw gemaakt. Ze heeft een beetje meer modern ingebracht. Zodat het meer haar smaak wordt. Lieve mensen, voeg alsjeblieft punten en komma's toe. we gaan nu dit huis van Charlotte downloaden. Ik zie mijn kamer. Het gaat zo snel. Ik ben nog zo... dit is pas de tweede keer dat ik pulspand aan het toeren ben op mijn pc. Want voorheen met al die pulspand challenges deed ik dat op mijn laptop. En ik ben altijd zo gewend dat die even zo 20, 30 seconden moet laden. En het is gewoon... huis staat er. Heerlijk dit. Dit is de buitenkant van het huis. Hier hebben, ik denk dat hier mijn slaapkamer zit. En dat is heel leuk beneden ook verwerkt. We hebben hier die moskito-ramen. Lichthuis. Ondanks dat er dus hier van die donkere stukken zitten, geeft het huis me een hele lichte uitstraling. Ook met witte kozijnen en heel veel ramen en zo. En dan in de achtertuin, kijk, schuifbui. En dan hebben we een plekje waar je kan zitten aan tafel of op zo'n chille bank. Je kan hier barbecuen, zwemmen en tuinieren. Nou, Fleur heeft een prima huisje geërfd. Oké. We gaan naar binnen. Oeh, we gaan beneden naar binnen. Ja. Even slok. Mijn stem. Oké. Door deze
de deur. Ik ben nog steeds te hoog. Zo. Hier hebben we meteen een trap. En we hebben hier een ruimte. En hier hebben we een raam. Oké. Het is anders als je zelf in een huis binnenkomt. Dan kan je natuurlijk dit zien. Maar in het spel kan je alleen dit zien. Dus je moet even draaien om te kijken. Om je te oriënteren in de plekken, zeg maar. Maar als we hier naar links gaan, dan komen we binnen. We hebben hier een zithoek. Twee banken en een stoel. Leuke tafeltjes erbij. Kijk, televisie bij de haard. En hier staat de schildersezel. Oeh, dan hebben we hier de eettafel. Ik vind wel het heel erg zwart-wit. Ik ben benieuwd of we straks nog kleur gaan tegenkomen in andere plekken van het huis. Oh, peuterstoeltje hier. Oké. Okay. Dan hebben we de keuken. Moschino-kast. Zo'n leuke kast is dat. Zo, een stem, jongens. Dan praat je de hele dag niet en dan met streamen opeens heel veel. ja, hier hebben we dus de keuken. Kastjes ook boven. Kijk, kleur in de keuken. En dan gaan we weer terug. Naar de gang. Heel, heel grappig dat je zeg maar de trap in het midden hebt. En dat je dan zeg maar zo om. Je hebt dan zeg maar woonkamer, eethoek, keuken. Dat is wel heel geinig gedaan. Mike zegt, oh gaaf, die half ronde ramen in de hoek. Ja, ik had het net van buiten gezien. Ik weet wat je bedoelt, maar ik kan het nou niet meer vinden. Oké, dan kom je boven. Dan heb je hier een kastje met muziek. Vet mooi uitzicht op de tuin. Oké, we hebben hier een schuine deur. Wat zit er achter deze deur? Hier hebben we iets lager. Een peuterkamertje. Ook weer lekker met heel veel speelgoed. Leuke kastjes. Oh, dit is wel grappig en schattig. Dat toffe bed van Ecologisch Leven. Met dan een schattig stoeltje ernaast en een knuffeltje. En dan het peuterstoeltje hier ook weer. En dan hier, achter deze deur, hebben we een bureau. Oh, hier zijn de muren niet behangen, Sharon. Oh, dat is het ook. Het is een kantoortje, maar met kale muren. Oké, en dan gaan we... Oh, daar is nog een deur. Oké, we gaan eerst door deze heen. Hier hebben we de badkamer, dubbele wasbak. En in plaats... Oh, dit vind ik ook wel schijnig. Ik doe eigenlijk altijd een wasbak tegen een dichte muur. En altijd spiegels erboven. Maar dit is ook wel... Dit heeft ook wel iets dat je dan dat uitzicht hebt. Terwijl je het dan aan het poetsen bent of zo. Dan heb je hier de bad. Ook heel geinig gedaan. Dat je aan de ene kant... Ja, ik weet niet of het werkt. Of Sims in het midden instapt. Of dat je ook aan de zijkant erin kan. Maar in de praktijk zou dit natuurlijk kunnen. Dus het ziet er heel tof uit. En dan heb je hier ook nog een zelfgebouwde douche gezet. En de wc hier. En dan denk ik dat die deur daar naar mijn kamer leidt. Ja, dit is de kamer die ik heb gemaakt. Oké. Nou, dit is het huis van Sharon. Laat in de reacties achter wat je ervan vindt. Ik moet wel zeggen dat het verhaal klopt wel. Zeg maar, ze heeft natuurlijk het verhaal verteld dat ze de slaapkamer van de ouders in ere heeft gelaten. En dat zie je ook wel, dat de kamer past eigenlijk niet bij het rest van het huis. Maar dat is natuurlijk wel de challenge, dat de kamer moet passen bij het rest van het huis. En dat zie je niet echt terug in kleurgebruik en in sfeergebruik. Dus let wel op voor mensen die in de toekomst willen meedoen met Pulsband. Dat hoewel een verhaal heel leuk kan zijn, het gaat natuurlijk om wat je neerzet qua de kavel. Oeh. Naomi, Calamity, dankjewel voor het volgen. Het huis is zeker mooi, maar het is natuurlijk bij Pulsband de challenge dat ik maak een kamer en jij maakt de rest van het huis die past bij het kamer. En in dit geval past de kamer alleen bij het verhaal, maar niet bij het huis. Maar zeker wel een toffe kamer, of een tof huis. Ik zal jullie de Origin ID laten weten. Het is weer zo eentje met lekker veel eetjes. Je denkt, dit huis vind ik tof, daar wil ik wat mee. Daar is de Origin ID. Het is zeker knap ingericht. En ik vind het ook heel tof dat die woonkamer en dan de eethoek en dan de keuken zo heel mooi zo als een bocht om de trap heen gaan. We hebben al drie huizen gehad. We gaan vlot. Dan is Figo W aan de beurt. Dus ja, Brecht. Die heb ik in de chat gezien. Ja, top. Jij hebt je Twitch-naam in de beschrijving gezet. Heel handig. Brecht, jij bent aan de beurt. Pulsband Figo W2101. Hoi, dit is mijn pulsband. Ik hoop dat je hem mooi vindt. Ik heb geprobeerd om een wat traditioneler huis gemaakt met wat moderne kamers. My username op Twitch is Brecht Simslover. Pulsband 2101. Ook echt zo'n schattig familiehuisje. Net als die van net. Had ook een beetje die sfeer. En nu deze ook.
Je ziet hier ook gewoon fietsen staan en dan zo'n achterom. Met een leuk tuintje en schommels. En je kan hier zitten, er staat een vuilnisbak, je kan barbecuen. Je komt alleen wel via de achterom in de tuin. Je kan niet, of je moet via de voordeur naar buiten om in de tuin te komen. Er is geen tuindeur. Dan hebben we hier ook, oh schattig, zo'n dek waar je kunt zitten. Vijvertje erbij. Hier ook nog allemaal natuur. En hierboven een balkonnetje gemaakt. Twee plekjes waar je kan zitten en tuinieren. Dus je kan op drie plekken jezelf buiten vermaken in dit huis. Oké, dan gaan we naar binnen. Even kijken hoor, het was shift, hè. Zo. We komen iets sneller bij de voordeur. Brecht, ik was helemaal vergeten hoe het eruit zag. Nou, geniet van je eigen tour! Oké, we komen binnen en dan hebben we meteen hier de eettafel. En ik zie al de achterkant van de bank. Hier hebben we gordijnen, dus als je aan de eettafel zit, kan je ook nog hier lekker naar buiten kijken. Maar dan heb je hier dus de zithoek met... Oh kijk, die tafeltjes die we in het vorige huis ook zagen, maar dan nu in het wit. En dan is eentje verkleind, dus dat is ook wel heel leuk gedaan. Mooi wandtapijt en dan hebben we hier de televisie. Oh, er is hier ook flink gebouwd met split level, zie ik al. Tof. Kijk, kapstok, schoenenrek. En dan kom je hier dus de verhoogde keuken in. Dubbele koelkast, een kookeiland, niet een kokeneiland. Ja, dit is wel een huis waarin wordt geleefd. Lekker frisse keuken ook, allemaal lichte kleuren. Dan gaan we hier door deze deur en dan... Oh, hier hebben we mijn slaapkamer. Ja. Die is dus op de eerste verdieping. En dan ben ik benieuwd wat er dan op de tweede verdieping is. Aangezien je daar normaal meestal de slaapkamers verwacht. Nou, het is dus een L-trap. Dat is het eerste gedeelte. En dan moeten we omhoog. Zo. Klopt het nu met de hoogte? Ja, hier is een deur. Meteen als we boven komen, hebben we hier een deur. En hier hebben we een kinderkamer. Helemaal in het roze. Ook weer die viool. Wat doen jullie zelf aan, joh? Wil die kinderen als viool horen spelen in de Sims? Nou, hier een speelgoedkist. Bedje met een knuffeltje op het bed gezet. Ook heel schattig. Ook weer gordijntjes erbij. Poppenhuis. Oh, maak de lama niet wakker. Dat Jenga-achtig spel. En een bureautje. Echt een hele roze... Oeh, lampjes ook nog. Vrolijke roze kamer is dit. Dan... Oh, hierboven split level. Je hebt boven ook split level gedaan. Oh, dit is schijnig. Een soort van een werkhoekje. Kijk, er staat daar een boekenkast... En een bureautje met een computer, die heb je dan verhoogd. En... Oh, hier is iets met het dak gedaan. Dat lijkt alsof het plafond hoger is. Heel cool. Oké, dan hebben we nog twee deuren te gaan. Dan gaan we hier een deur naar binnen. En hier hebben we de badkamer. Echt een beetje dat industriële met de baksteen. Dat is heel tof. Wasbak, spiegeltje erbij, de wc. We hebben hier een douche. En je kijkt ook de achtertuin in. En aan deze kant hebben we ook nog een deur. Wat zit er dan aan deze deur? Oeh, hele kaptafel gebeuren, joh. We hebben een kast. Je hebt daar dat balkonnetje. Oh, kijk hier. Het lijkt wel een hotel. Oh, waar is het bed? Ja. Hier hebben we dus een bed. En dan kijk je dus tegen... Ja, het is een beetje afgesloten. Een beetje afgezonderd. Oh, Sharon, je bent net te laat. We hebben net jouw huis gehad hiervoor. Maar welkom. Ja, hier is dus een bed. En dat is dus afgezonderd. Met een kaptafel met spiegel. Beetje glitchy is het vandaag. Niek Games, dankjewel voor het volgen. Jongens, deze melding is nieuw. Die heb ik pas voor de tweede keer. En ik schrik er ook een keer van. Ik ben zo gewend dat het gewoon een simpel plingetje is. Maar je bent welkom, Marnie Games. En dan hebben we hier dus de kledingkast met spiegel. Oké, dit is het huis van Brecht. Ik moest even denken. Laat in de reacties van Pulspand Vigo W2101 weten wat je ervan vindt.
Laat het maar weten. En dan krijgen jullie van mij het Origin ID. Mieke zegt leuk huisje. Femke vindt hem super, super leuk. Konijn geeft nog even compliment aan Sharon. Oh ja, wat ik met jouw huis vond, Sharon, is het huis op zich was heel tof. En het verhaal paste heel goed bij het huis. Maar de kamer paste niet bij het huis. Door het verhaal paste de kamer bij het huis. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat de kamer past bij het huis qua bouwstijl en kleurgebruik. Dus dat is eigenlijk een feedbackpuntje. Maar voor de rest vond ik echt de layout vond ik heel tof. En je kan zeker leuk bouwen. En hetzelfde met Brecht. Nou ja, niet helemaal hetzelfde. Want Brecht heeft al wel kleurgebruik en zo'n stijlgebruik. Vond ik heel goed passen. Maar echt zo'n leuk familiesfeertje. Dit huis. Dus het Origin ID Figo W. Als je denkt, ik wil dat huis downloaden. En ik zie ondertussen van alles wat uitgelicht is op het profiel. Er staan meerdere huizen erop. Dus ik zou zeker even kijken. Sharon zegt, was ik al bang voor. Vond het echt heel lastig. Ja, wat altijd al handig is. Is als je het lastig vindt om bijvoorbeeld dan dezelfde behangen vloer op meerdere plekken in het huis terug te laten komen. Of dezelfde meubelstukken of stijlen van een meubelstok. Bijvoorbeeld als ik heel veel hout heb gebruikt. Of als ik heel veel metaal heb gebruikt. Om dat dan bijvoorbeeld terug te laten komen. Want nu ging het van landelijk kleurrijk naar industrieel zwart-wit. Bianca zegt, mijn huis en verhaal zijn vooral gebaseerd op het dekbed dat je hebt gekozen op het bed. Ik ben benieuwd, maar eerst is iemand anders aan de beurt. Even kijken of er een Origin ID staat. Op Origin heet degene... Oh, Bartel H. In de reacties is het gezegd. Bartel H. is aan de beurt. Een oud toverkasteel gaan we nu bekijken. Dit huis is een mix van oud en modern voor een heks of tovenaar. Het is ook mijn eerste keer dat ik meedoe met de Pulsband Challenge. Kijk, leuk. We hebben iemand die nieuw is met de challenge. Jacke zegt, klinkt al tof, ja. Vind ik wel heel toepasselijk, omdat ik heb gisteren een nieuwe aflevering van de Sims 4 Magisch Rijk meets Paranormaal opgenomen. Die komt morgen op mijn YouTube kanaal. Dus dat juist nu dit huis erbij zit, speciaal voor een toversim, is heel leuk. Het oude toverkasteel. Die hele sfeer vind ik al meteen passen. Dit is echt, dit past in Glimmerbrook. Ik moest even op de naam komen. En die tuin, jongens. Ik ben jaloers op die tuinskills. Kijk dan. Echt zo'n pad en dan met zand en dan allemaal plantjes en bomen en struikjes. Die passen bij de sfeer. Dan hebben we hier zo'n... tegelplaat en dan allemaal stenen eromheen, om die ketel. Hier staat ook nog, wat is dit? Oh, dat is een barbecue, oké. Oh, dan kan je hier ook nog zitten aan een kampvuurtje. Oh! Ho, ho, ho. Een buitenbioscoop! Vet, heel vet. Oh, en er hangt hier een lampionboom, dus je hebt mooie lampjes. Als je s'avonds daar een filmpje gaat kijken. Maar dat is de buitenkant. We gaan nu de binnenkant kijken. Dus hier is de voordeur. Hoi Eesnit, welkom. Shift. Zo. Die tuin is zeker mooi. Oh. Oké, we komen binnen. Oeh. Een zelfgemaakte lamp. Dit is zeg maar 1, 2, 3, 4 lampen in elkaar gezet. Heel creatief. En dan hebben we hier een schaakset, lekker bij het raam, dus je kan er lekker eruit kijken. En Maaike 27-2007, dankjewel voor het volgen. Of 27-2007 denk ik dan. Kapstok, hier hebben we zo'n ding, Star Wars ding is dat hè, met bloemen erin. Dan kom je hier binnen, dan hebben we een piano, plantje, lampje, gordijntjes. Oh jee, welke kant moet ik op? Oh, hier, dit is korter. Hier heb je een zithoekje met kunst ook weer. Oh, dan kan je piano spelen. Zometeen, Sharon. We gaan eerst de tour afmaken van deze. Ja, hier kan je dus lekker zitten. En genieten van het pianospel van iemand anders. Er hangt veel kunst in het huis, dus dat past natuurlijk. Dan hebben we hier de keuken. Oh, dit gaat echt een huis worden waarvan ik denk, hoe vind ik de weg hier? Keuken. Ook weer allerlei dingetjes erop. En dan komen we hier binnen. Oh jeetje. Hele marmeren wc met een gouden wc. Oeh. Oké. Okay. Dan gaan we naar deze dubbele deuren. Hoi Miepukkie, welkom. En Ilse is terug. Oh, hier kom je dus de tuin in. Oké, dan gaan we de trap op naar boven. Ook allemaal kunst zo langs de trap.
Hier hebben we ook weer een aantal deuren. Oeh, dat is er meer. Oh kijk, je hebt hier een plekje met een bureautje en een boekenkast. Dus dan kan je lekker achter de computer. Studeerhoekje, werkhoekje. Oh kijk, de badkamer ook helemaal in het goud. Hoe is het met de toeren? Ja goed, we zijn lekker alles aan het bewonderen. De badkamer of de bad is op een verhoging gezet. Dit is heel leuk. Dat heb ik ook met het Ho-Ho-Ho huis gedaan. Had ik precies deze badkuip had ik toen ook op een verhoging gezet. Heftig hoor, dat goud, jeetje. Die gordijnen die zijn een beetje een mismatch. Dat hele zachte groen en blauw en dan echt zo bam, goud. Ja, werkplekje op de overloop is leuk gedaan. Oké, volgende kamer. Hier, oh kijk, hier hebben we mijn slaapkamer. Die ik heb gemaakt. Oké, heb ik nou alles? Ik heb het idee dat het huis heel groot is van buiten. En dat ik niet alle kamers heb gezien. Oh ja. Oh, dat is heel geinig gedaan dan. Dat het huis geeft van buiten echt het idee alsof het heel groot is. Maar van binnen valt het eigenlijk wel mee. Maar ja, laat in de reacties achter wat je van dit toverkasteelhuis vindt. Bartel, lol. Lianne zegt supermooi. Leuk huisje. Ja, en hier vond ik dan bijvoorbeeld de keuken en zo vond ik heel goed passen. De badkamer vond ik wel heftig. Als je dan kijkt naar de slaapkamer die ik heb gemaakt, zou ik daar niet een marmeren badkamer met goud bij stoppen. Maar voor de rest vond ik het heel goed passen bij de challenge. Ja, die tuin. Oh, die tuin. Even kijken, volgende. Oh, we gaan best hard, joh. We hebben al 1, 2, 3, 4, 5 gehad. We gaan nu naar de 6. Hoeveel hadden we er nou in totaal? Ik ben alweer kwijt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Oh, we zijn bijna op de helft. Geef mij maar weer de schuld dat het lastig is. Het was basisspel. Liannetje is aan de beurt. Lianne 26 in de Twitch chat. Lekker in de natuurhuisje. Ik heb dit huis gemaakt voor de challenge van Kim Puls. Pulspand challenge. Pulspand 2101. Ik heb mijn best gedaan. Hopelijk vind je het leuk. Mijn Twitch naam is Lianne 26. Hashtag Kim Puls. The Sims challenge en 2021. En Lin APD. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Knap hè? Knap hè? Het huis van Lianne 26. Oh ja. Twee verkleedpartijtjes hebben mensen te goed. Roosmarij onder andere, maar er was iemand voor jou. Sharon was voor jou. Daar gaan we eerst voor draaien. Stetisch speelt zilver. Oh, dan kan ik heel gek uit mijn ogen kijken en niemand dit ziet. Ik mag helemaal onderop, die is al zo lang niet meer aan de beurt geweest. Beetje jammer nou weer. Nee, geen molenbril. Jammer hè. Ik vind het wel een hele leuke emote, omdat het echt gewoon iets unieks is. Kijk, heel veel streamers doen natuurlijk iets met een hartje of iets met een lurk of iets met een lol. En de molenbril is gewoon iets wat echt Kim Puls is. Maar we gaan nog een keer draaien, want Roosmarij is aan de beurt. Ees net zegt ook, wilde net zeggen, heel uniek. Sharon vindt het een top emote. Het is ook wel iets geworden, die molenbril. En Bianca zegt, ja, en ook zo knap. Omdat het zo klein is en het toch heel goed herkenbaar is. Miepukje, zie je nog iets? Kip ziet sterretjes. Nou. Ik ga dan wel de roze opdoen. Want het is 's avonds. Dus het wordt wel heel erg donker met een zonnebril op mijn hoofd. Zo. Jouw haar wordt ook echt alweer lang. Ja, niet normaal. Het komt echt, tot halverwege mijn borst. Ik ben ook de laatste keer dat ik naar de kapper ben geweest, was januari 2020. Dus ik ben gewoon al een jaar niet naar de kapper geweest. Ik ben ook weer naar de kapper. Helemaal omdat ik vet leuke, ik hou altijd van mijn haar verven om iets leuks met kleur te doen. Maar een ding is altijd, als je je complete haar verft, dan heb je natuurlijk last van de uitgroei. Dus ik heb wel eens periodes gedaan dat ik dan zeg maar de onderste helft van mijn haar, dus dan ging bovenste helft omhoog en dan de onderste helft zwart geverfd, zodat je het van bruin naar zwart ziet gaan. Maar toen zag ik dus laatst op Facebook van die hele leuke filmpjes voorbij komen waarbij kappers dan allemaal leuke gekke dingen doen met kleurtjes en zo. En toen was er dus een kapsalon die dus allemaal van die foto's en filmpjes had gemaakt waarbij ze dus niet vanaf je kruin zeg maar gaan verven, maar dan ergens halverwege en dan eerst hier en daar een klein beetje en dat het dan steeds meer kleur wordt. Dus dat er een soort van overgang is. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus ik hoop dat als de kapper straks weer open gaat, dat het iets is wat mijn kapper kan en wil en leuk vindt om te doen. Maar ik heb sowieso nog wel zwarte haarverf hier liggen. Dus ik kan binnenkort wel een keer aan mijn moeder vragen of ze de onderste helft van mijn haar
wil insmeren met verf. Rocky zegt, ik verf altijd zelf mijn haar. Ja, ik kan het dus niet zelf, want je moet er, zeg maar, je vinger, zeg maar, zo langs je haar, helemaal naar achter. En dan de bovenste helft moet je vastzetten in een knot, want die doet het niet mee. En de onderste helft moet je zwart verven. Maar ik kan dus niet zien of het aan de achterkant goed klopt. Of dat je dan net scheef loopt met je vinger en dat het dan heel raar zit. Dus ik heb er altijd hulp nodig. Simone zegt, ik had mijn haar compleet geverfd en moet binnenkort weer even nieuwe haarverf kopen. Want het ziet er niet uit, ja. Dat is het dus. Ik heb in de brugklas heb ik het ooit mijn haar blond laten verven. En aan de ene kant staat het ook blond. Mijn moeder is ook blond van zichzelf. Dus, en ik lijk heel erg op mijn moeder. Dus ik had ook wel kunnen weten dat het bestond. Al werd mijn gezicht wel opeens een beetje rozig. Haarkleur en gezicht doet toch iets samen. En als je opeens je haarkleur verandert, dan kan het ook opeens heel anders overkomen. Ja, ik heb dan bruin haar. En dan gaat het groeien. En dan krijg je echt zo'n bruine landingsbaan, lijkt het wel, op je hoofd. Echt zo'n rechte strook. Wie Pukkie zegt, ik wil jouw haar wel eens verven. Maar of het zwart zal zijn, dat kan ik je niet zeggen. Ben jij van plan? Welke kleur ben jij van plan? Als het paars is, snap ik. Als het roze is of zo, of rood. Geen groen. Geen... Ben ik veel wat ben jij van plan, Dagmar? Oh, Sharon is dus één keer per jaar highlights bij de kapper. Ik denk dat het een ballenbakkleuren worden. Simone zegt, ja, ik ben opeens heel bleek met mijn zwarte haren. Ah, oh, dat zou ik ook hebben. Ik verf natuurlijk alleen de onderste helft. Dus nog steeds valt bruin haar langs mijn gezicht. En dan zie je het vanaf hier pas zwart. Maar ik denk dat als ik mijn hele haar zwart zou verven, dat ik ook een soort van sneeuwwitje word of zo. Want ik ben gewoon echt heel bleek. Brecht zegt, ik moet gaan. Ik heb proefwerkweek. Epica zegt, blauw. Kan leuk zijn blauw. Ligt aan wat voor blauw. Kim met allergenen van de regenboog. Alle kleuren van de regenboog, denk ik. Oh, die Pukkie gaat er een nachtje over slapen. We horen het binnenkort. Laten we maar gaan beginnen met de tour. Even checken van wie het ook weer was. Lianne, toch? Huisje van Lianne 26 is aan de beurt. Dit is de buitenkant. Hier kan je lekker tuinieren. En een vogelhuisje staat erbij. Oeh, knalrode boom. Hier staan ook weer fietsen, plekje waar je kan zitten en een picknicktafel erbij. En hier nog een vogelhuisje verstopt in de bomen en je kan hier barbecuen. Even kijken hoor, want dat is de achterkant, dit is de voorkant. Oké, het doet me een beetje denken aan zo'n volkstuin plekje. Dat je dan zo'n eigen huisje hebt en een plekje waar je kan zitten. Daar doet het me een beetje denken, centerparks of volkstuinhuisjes. Waar je dan ook in kan wonen. Oké, gaan we. Iets lager. Zo. Kijk, een kabouter op een flamingo. Je wordt wel vrolijk als je hier aankomt. Oeh, Rocky heeft pas blauwe en paarse haarverf gekocht. Ik weet niet of ik dat zou durven. Ik weet ook niet of mijn werk daar problemen mee zou hebben. Omdat ik natuurlijk met kinderen werk. Oké, als je binnenkomt heb je hier een plekje met schoenen en we hebben hier een kapstok. En aan de andere kant een bak voor paraplu's en ook weer een kapstok. En dan hebben we hier al meteen, kijk, natuur aan de muur. Hier staat de televisie en de bank met kunst. En dan hebben we hier al een deur. Dus we gaan even door deze deur kijken wat we hier vinden. Dit is mijn kamer. Dus die zit al redelijk vroeg in het huis. Dan hebben we hier, ik mag hopen dat dit de keuken is. Ja, dit is de keuken, want ik denk al, er zit geen deur in. Als het de badkamer is, is het wel een beetje weird. Pinkie wil graag wit haar. Ja, ik weet dat een paar jaar terug was het een trend om je haar zilver te verven. Maar toen dacht ik, ja, maar zilvergrijs? Is dit daar echt zo'n groot verschil in? Oké, hier heb je de keuken, dus hier kun je zitten. Hier hangt ook weer allerlei werken aan de muur. Daar ook weer. Kijk, fruitschaal, prullenbak. En dan gaan we terug hierheen. Even kijken hoor, daar moeten we heen. Ook weer kunst. Daar is wel goed op gelet. Ik zie dat heel veel mensen hebben heel veel kunsten in het huis gehangen. Mie Pukkie zegt, al die kindjes zouden dat super vinden. Ja, dat denk ik wel, maar ik vraag me af of mijn werkgever dat ook super vindt. Oké. Ja, ik heb natuurlijk in die kamer een raam geplaatst. Dus hetzelfde verhaal hier als in het eerste huis. Je hebt geen privacy als je in die slaapkamer zit. Of als je in de badkamer zit. Maakt niet uit. Allebei de kanten kan privacygevoelig zijn. Maar wel een mooi hoekbad. Plekje, plankjes aan de muur met alle spulletjes erop. We hebben een dubbele wasbak. Twee badjassen. Je hebt er een gordijntje voor gehangen. Ja, maar het is wel een vitrage gordijn.
Dat is niet echt verhullend. Oh, daarboven. Oké, okay, ja, ik zie het. Dat kan nog omlaag natuurlijk, ja. oh, hebben we hier nog een deur. En hier is de wc. Dat is wel slim. Om dan de wc in een aparte ruimte... Oh, één muurtje is vergeten. Maar om de wc in een aparte ruimte te doen. Want je hebt natuurlijk wel eens dat een sim dan onder de douche staat. En dat een andere sim moet plassen. En dat niet leuk vindt of zo. Maar vast heb ik alles gezien, hè. We gaan even van bovenaf bekijken of ik niks gemist heb. Nee, ik heb alles gezien. Dus laat in de reacties weten wat je van deze inzending vond. Dan krijgen jullie van mij het Origin ID. Het Origin ID is Liannetje 1993. Het geboortejaar van mijn zusje. Kijk, daar komt de eerste reactie al. Superleuk huisje. Ja, ik vind het ook wel... Oh ja, en er was nog iemand, hè, met verkleedpartijtje. Ik vind het ook wel heel erg passen, omdat ik had natuurlijk het schildersezel in de slaapkamer gezet met het idee van, nou, het zijn creatieve mensen, maar er is geen ruimte om een apart schildersatelier te maken. En het hele huisje is ook echt heel erg klein en compact, dus dat past heel goed bij de sfeer van de slaapkamer natuurlijk. Kijk, Girl Power vindt het heel leuk gedaan. Sharonnetje die denkt, we gaan een nieuwe poging voor de molenbril doen. En Simone vindt het schattig. Even kijken, want er had net iemand ook nog gedraaid, dacht ik. Oh nee, die had wel behandeld. Alleen Rocky dus. En het wordt de superstrik. Leuk joh. Ik zit steeds met de weekend. Een beetje omhoog. Maar we zijn op de helft. Ik heb er eigenlijk nog wel zin in. Ik dacht, ja, de ene keer, ja, je weet natuurlijk nooit hoe het gaat. Ik weet nog één keer dat we een pulsband deden en dat we toen de inzending van Meike gingen bekijken. Dat we echt een uur mee bezig zijn geweest met van alles wat er tussendoor kwam. Dus je weet van tevoren niet hoe lang een pulsband tourstream kan duren. Maar op zich heb ik nog steeds zin om huisjes te gaan kijken. Misschien redden we gewoon alles vandaag in één stream. Kom erin. Ja. Ik zag trouwens je opmerking hoor, Bianca, net van het is carnaval, dus niks aan de hand. Je hoort er helemaal bij zo. Dat scheelt. Alle andere 51 weken van het jaar denken mensen, dit is een raar persoon. Maar nu denken ze dat ik het misschien doe vanwege carnaval. Ook al woon ik in Noord-Holland. Miss Divi is vandaag aan de beurt. Of jullie zijn allemaal vandaag aan de beurt. Maar op dit moment is Miss Divi aan de beurt. Pulsband 2101. Ik heb dit gemaakt voor de pulsband uitdaging van Kim Puls. Een familiehuis met ruimte voor ouders, een tiener, kind en een hond. Zet de Move Up Checks code aan voordat je plaatst. Hashtag pulsband. Pulsband 2101. En hashtag Miss Divi. Miss Divi kan leuk bouwen, weet ik uit ervaring. Dus dit kan een interessante kavel gaan worden. Kijk, dit bedoel ik dus al, hè? Biggie zegt, ik vind ook dat Miss Divi echt heel goed kan bouwen, ja. We hebben hier dus al een tuin en ze heeft dus echt zo'n plekje gemaakt, zo'n moestuintje. Een plekje voor de kinderen, hier kan je zitten, barbecuen, ook weer die lampionnenboom die erbij staat. En dit is de voorkant, oh we hebben hier aan de zijkant ook nog een schattig vogelhuisje. En dit is ook geinig gedaan, je hoeft niet per se de hele boel altijd af te sluiten zoals ik doe. Je kan ook gewoon een beetje random hier en dan weer een inkepingje en dan weer hier en dan weer zo'n inhammetje zeg maar. Oké, ik vind het grappig dat heel veel van jullie, valt me op, deze deur in het huis hebben gestopt. En ook heel veel van jullie hebben hem als voordeur. Omdat ik die natuurlijk heb gebruikt, deze deur als enkele deur voor de slaapkamer. Ik kom hem op heel veel plekken terug. Dus dat is ook een manier om te kijken welke raam heb ik gebruikt, welke deur heb ik gebruikt. En dat op meerdere plekken terug te laten komen, om het al de challenge al goed te laten slagen. Maar we gaan naar binnen. Kijk, dan kan je hier ook nog zitten, hè. Schattig. Oké, we gaan naar binnen. Deurmat. Schoenenrek. Hier hangt ook van alles. Dan hebben we hier een spiegel met de tas ervoor. Kijk, waar je voordat je gaat of als je thuis komt even kijken hoe je eruit ziet. Dan hebben we hier de kapstokkenkast. Prullenbak. Paraplubak. En ja, ik zie twee deuren. We gaan wel eerst door deze. Achter deze deur vinden we de keuken. Oh, moet ik eerst die? Ik pak eerst die, want volgens mij zit de wc. Ja. De wc. Met een wasbak. Spiegeltje erbij. Plankjes. Ook weer kunst hangt hier. Heel leuk gedaan. Oké, dan gaan we nu de grote ruimte in. Pinkie zegt, ik zie ook meteen dat ze dit heeft gemaakt, want ze heeft echt een eigen stijl. Maar iedereen bouwt op zijn eigen manier. Ja, ja, je ziet wel dat bepaalde mensen hebben bepaalde dingen waarvan je ze aan kan herkennen. En dat heb ik met de huizen van Miss Divi ook. Ze hebben een beetje een landelijke touch. En
iets ook met bloemen of zo, met kleur en een beetje familiesfeer. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Tessalee, die heeft altijd heel erg modern. Dus ik vind het wel leuk dat je inderdaad bij bepaalde mensen kan zien, bij bepaalde huizen kan zien, oh, dat is vast door die persoon gemaakt. Oké. Okay. Oh, kijk, je komt binnen meteen het gasfornuis. Dat is wel interessant. Er zal hier maar net iemand iets spetterends aan het bakken zijn dat je binnenkomt. Maar je hebt hier dus de eettafel. Hier, oh, dit is ook weer leuk. Waspak zo bij het raam. Heb je uitzicht. En ook al die spulletjes eromheen. En dan heb je hier dus zo'n boog. En dan kom je in het woongedeelte. Nou, dan kom je daar waarschijnlijk de tuin in. En dan kun je hier lekker zitten bij de haard. Er staat een televisietje. Kijk, dat ding heb ik ook in mijn slaapkamer geplaatst. Kom je dus hier ook weer tegen. Sharon vindt klassiek echt lastig, ja. Hier hebben we een boekenkast. En dan hebben we hier dus nog een deur. En wat vinden we achter deze deur? Wow, een heel schilders atelier. Oh, en daar is de trap naar boven. Oh, kijk, dat is een bijzondere indeling. Kijk, je kan hier ook weer schaken. Ook weer bij het raam. hier is een aparte schildersruimte gemaakt. Dan heb je hier een werkhoekje. En een opslagplek voor je schilderijen. En dan gaan we dus hier blijkbaar naar boven. Oh, dat is beneden. Naar boven. Zo. Nou, we laten meteen deze eerste deur pakken. Hier vinden we de badkamer. Die past bij de wc die we al beneden zagen. Met een bad en een douche. En dan hebben we hier de wasbak. Ook weer bij het raam. Heel leuk gedaan. Wc met een medicijnkastje erbij. Oh kijk, wasmachines. De eerste. Eerste huis met wasmachine en droger. Die we nu tegenkomen. Ook nog een wasbak met een spiegeltje erbij. Binky bouwt altijd klassiek, landelijk en modern. Maakt niet uit wat ik bouw als ik me maar goed bij voel. Bianca zegt, mijn probleem is altijd dat ik zoveel stijlen en kleuren leuk vind. En dat zie je ook heel vaak terug in wat ik maak. Ik vind het grappig dat als ik kijk naar mijn eigen huis, wat een beetje romantisch is met modern en licht landelijk, licht industriële elementen. Dat zie je minder snel terug in mijn bouwwerk. Ik gebruik heel vaak spullen van Jungle Avontuur en zo in mijn huizen. Omdat het gewoon hele toffe spullen zijn. Maar dat zou ik niet zo snel in mijn eigen huis stoppen. Oké, we hebben hier... Dit zal waarschijnlijk de tienerkamer zijn. Kamer waar ik wel jaloers op zou kunnen zijn met dat paars. Hier een mooi eigen kaptafeltje gemaakt. Nou, plankjes met allerlei spullen erop. Posters en stickers en weet ik veel wat kaartjes aan de muur. Lampjes, ik zie gordijnen, dezelfde gordijnen als die ik heb gebruikt in mijn slaapkamer, alleen dat is nu een andere kleuren swatch. Oh, oké, nou ben ik echt jaloers. Dit zou ik zo graag als kamer hebben gehad als tiener. Weet je dat je hier lekker gaat zitten? Lekker loungen? En dan heb je dus ook nog een bureauhoekje waar je kan zitten. Bianca zegt, zo realistisch met al die spulletjes. Ja, het leeft, hè? Door al die dingetjes, het lijkt echt alsof hier iemand woont. Sharon krijgt helemaal zin om de Sims te spelen hierdoor. Even kijken, die deur hebben we al gehad. Dan gaan we naar de volgende. Dat is deze. Wat komen we hier tegen? Oh kijk, hier is mijn slaapkamer. En dan gaan we hierin. En dan hebben we hier de kinderkamer. Allemaal stoere stickers aan de muur. Hier staat dat leegtewezensapparaat. Een knutselbureautje en een gewoon bureautje. Een nachtkastje erbij. Ja, dit is het huis. Ik zie weer een viool. Het is de editie van de violen bij de kinders. Oké, dit is het huis van Miss Divi. Oh, ze heeft dus wat ik heb gedaan met die kamer, heeft ze gebruikt om een toren van te maken. Dus dat is ook heel geinig gedaan. Laat weten in de reacties wat je ervan vindt. En dan krijgen jullie van mij het Origin ID. Sharon zegt, ik kan niet tegen prulletjes allemaal in huizen, daar word ik zo chaotisch van. Bianca zegt, viool is wel een ding deze keer, ja. Er zat toch een viool bij de kamer of ben ik gek aan het worden? Heb ik een viool in dat ding gestopt? Ik zie zo 1, 2, 3 geen viool. We gaan bij de volgende tour huis gaan we wel even ook mijn kamer weer in. In plaats van, dit is mijn kamer, heb eruit. Miss Divi, dus als je denkt, ik wil dit huis downloaden of ik wil kijken wat zij nog meer bouwt, want zij kan echt goed bouwen. Check dan zeker
haar account. Janke zegt heel tof gemaakt en vooral het realisme spreekt me heel erg aan. Femke vindt het huis zo leuk en realistisch. Ja, op het Town of Plumops forum, daar, ja, Miss Divi is daar teamlid en ik ben daar teamlid, maar we hebben ook nog een ander teamlid en dat is Matcha. En man, als er iemand goed is om een huis levend te maken, alsof je echt gewoon weet, nou, als je zeg maar naar die plaatjes kijkt, dan weet je gewoon, daar wordt in geleefd, dan is zij het wel. Zij is ook bezig met familiefoto's maken en het overal neerzetten en dus ook allemaal prulletjes en dingetjes en een glas op tafel en dat soort dingetjes. Dus dat is iemand waar ik denk ik, als het gaat om inrichting en echt een huis levend te maken, want daar ben ik zelf ook wel een fan van, dan ben ik het meest jaloers op hoe Matcha dat heel goed kan. Als je gewoon zegt, jeetje, dat zou er echt leuk uitzien, ja. Oké, we gaan naar Bianca. Jij bent aan de beurt. Huizen Crea Bea. Zit de kamer erin? Ja, ik zie hier mijn slaapkamer. Bea is een alleenstaande kunstenares. Ze woont met haar volwassen dochter in dit huis gelegen in de bossen. Bea vindt het een heerlijke, inspirerende plek waar ze graag aan haar schilderijen werkt. Bea houdt van kleur en apart en dat is zeker aan de inrichting van het huis goed te zien. Haar dochter baalt daarvan en heeft haar eigen kamer uit protest zo clean mogelijk ingericht. Ook komen er steeds wat plekjes in huis bij waarbij ze de overhand heeft. Zie opmerking voor verder. Bea heeft ook nog een zoon, maar die maar wat graag met zijn gezin komt logeren. De logeerkamer heeft een mooie kleur, maar is dit niet wat te... Oké. Okay. We gaan zien wat Bianca ervan gemaakt heeft. Welkom Vera, we zijn aan het toeren. Pulsband 2101. Sharon zegt, ik denk dat ik echt precies het tegenovergestelde ben. Ik ben super clean tijdens het bouwen. Geen prulletjes bij mij. Oeh, Bianca heeft met het dak gespeeld. Kijk. Ik dacht ook eerst, toen ik het plaatje zag, dat het huis groen was. Maar het huis is dus baksteen. Met heel veel planten erop. Ik zie hier een deur. Een indoor tuin gewoon. Je kan gewoon in de tuin zitten als het regent en je wordt niet nat. Nou. En hier kan je lekker zonnen. Ja, die ene deur was de voordeur. Zo. Bianca zegt, dit is een mooi ingedekt verhaal. Dit is mooi ingedekt voor verhaal, voor dit wordt hysterisch. Beetje gekke zin, maar ik snap wat je bedoelt. Oké. Okay. Nou, daar gaan we hoor. Oh jeetje, wat een druk tapijt. Oké, ik zie allemaal kunst hangen. We hebben hier een kapstok. Oh, wat schattig. Die komen zeker uit Sneeuwpret, want die herken ik totaal niet. Die zijn echt leuk. Ja, oké. Okay. We gaan wel eerst door deze deur. Ik weet niet wel. Bianca Pinkie zegt, ik ben ineens wakker. Ik heb alle roze bril op van mezelf. Oké, voor jullie is dit zeg maar met wit en babyroze en iets heftiger roze. Voor mij is dit neonroze met deze bril op. Zeg maar, het witte blokje is voor mij al roze. Dus stel eens voor hoe heftig er voor jullie de zachte roze zijn. Dit is gewoon neonroze voor mij, man. Die tegeltjes. Oh. Oh, oké. Bianca, licht even toe. Wat is het nut van dit hekje bij de wc? Moet je een wachtwoord geven voordat je mag plassen of zo? Oké, ja. Volgende deur. Nou, haar weg. Hier is dus ook een roze. Oh, dit vind ik wel geinig. Die eettafel met elke stoel een andere kleur. That's right. OM, deze badkamer. Welkom, Mr. Chippy. Wat kwam je op een mooi moment binnen en al 8 maanden een subje. Leuk je weer eens te zien hier. Ja, je kwam bij de heftige badkamer van Bianca, kwam je binnen. Hé, Omri? Ja. Goed, hè? Oh, en echt, stel je gewoon voor dat ik dus een bril heb met roze glazen erop. Het is zo heftig, die tegels dan. Geel, Mr. Chippy wil geel. Was je het alweer vergeten dat je een vlaggetje krijgt als je hier subt?
Mr. Chippy met een 8. Dankjewel voor jouw subje. Het komt erbij in het potje. Je zit erbij. 8 maanden is echt lang. Het verbaast me sowieso. Ik vind het altijd al super bijzonder als mensen ervoor kiezen om op je te subben. Maar helemaal als mensen er elke keer voor kiezen om het te verlengen. Gift subs te doen en zo. Dankjewel. 8 maanden, jeetje. Ja, weer een vlaggetje erbij. En je bent de 5e gele in het potje op dit moment. Iemand ideeën voor een mini snack? Ga je nou iedereen in de chat honger maken, Vera? We gaan verder met de tour van het huis van Bianca. We hebben hier dus de regenboogtafel. Oftewel een leuke tafel met een stoel in allerlei kleurtjes. We hebben hier een haartje. Met een kleedje die er wel heel gevaarlijk dichtbij ligt. De giraffenlamp. Hier heb je een zithoek. Met allemaal van die rieten stoelen. Televisie. Oh, kijk, tv-meubel. Met allemaal beeldjes. Die witte kat met die zwarte stipjes, zeg maar. Zijn hoofd zit in het plafond. En dan kan je daar lekker muziek luisteren. En dan hebben we nog kunst daar hangen. We hebben hier weer een keuken. Weer verhoogd. Dus dat is heel tof gedaan. Hier kan je lekker koken. Koelkast daar. En dan hebben we daar nog een deur. Dus we gaan kijken wat we daar tegenkomen. Wat vinden we achter deze deur? Oh! Wat voor ruimte is dit? Is dit een soort van... Ik zie een schilderij. Maar ik zie ook stoelen om lekker van het uitzicht te genieten. Een hele grote lamp waar je meteen met je hoofd tegenaan loopt. En een kast. Het is een beetje een soort van hobbykamer. Knutselen voor de kinderen. Lekker lezen. Lekker van het uitzicht genieten. Lekker schilderen. Wel heel erg wit. Een hele schone kamer. Oké, dan moeten we weer even terug naar die deur daar. Want we gaan naar de drukke gang. En als we dachten dat de gang al druk was, het is beloofd dat het boven dus nog erger is. Zo. Daar. Nog een druk tapijtje. Die kleurtjes maken Bikkie erg vrolijk. Hier is de invloed van de dochter goed te zien. Oké, we gaan hier naar binnen. Hier hebben we een paarse peuterkamer. Is dit een logeerkamer? Twee peuterbedjes. Een gewoon bed. Heel veel roze en paars. Dit is inderdaad... Dit is een kamer waarbij die zoon inderdaad niet blij gaat zijn. Dit is de logeerkamer. Met dan een wc en een wasbak. En een badkamer. Die badkamer is dan wel iets waarvan ik zeg dat past bij die zoon. Maar ja, dan kom je hier. Het is maar goed dat je in deze kamer je ogen moet dicht doen. Jeetje. Je hebt een hele binnenruimte hier. Met opslag voor schilderijen. Je kan er keyboard spelen, kasten. Heel leuk weggewerkt zo achter dat muurtje. Een bureau met een laptop. Allerlei posters en kunst aan de muur. Oké, we gaan naar de volgende kamer. Hier hebben we de... Oh, dit is de kamer van de dochter. Heel erg rustig inderdaad. Heel erg clean. Simpel. Simpel dekbedje. Eén kunstwerkje daar. Een plantje daar. Kaptafel. Staat ook vrij weinig op. Ja. Dat zal de dochter wel zijn. Dan hebben we daar nog een deur. Want hierachter is voor de rest alleen de kasten. Ja. Oké. Ik heb geen paarse slaapkamer. Mijn slaapkamer is groen met wit. Ik heb wel nagedacht over toen ik hier ging wonen. Ben ik dus online allerlei inspiratieplaatjes gaan opzoeken van huizen. En wat wil ik? Want ik had voorheen altijd met huisgenoten samengewoond. En dan moet je natuurlijk iets kiezen waar je het allebei mee eens bent. En voor het eerst kon ik dus voor dit huis het zelf bepalen. En ik wilde er iets moois van maken. En ik heb eerst ook echt gezocht naar paars. Maar het lastige met paars is dat het heel vaak heel erg donker is. Of kil. Of beide. En dat wilde ik niet. Want mijn vorige huis had ik dus grijs laminaat. En ik had grijze en bruine muren. Waardoor het in de winter extra kil overkwam. Dus ik wilde nou iets zacht en iets warms.
Dus ik ben uiteindelijk voor roze gegaan. Zeg maar die muur die je zeg maar hier zo ziet, dat is een roze muur. Nou, waar ik nu tegenaan kijk is dan een gouden muur. Maar dat is de enige gouden muur in het huis. Er is anderhalf. Heb ik niet zelf bepaald door Simpel. Ze hebben me weer verrast met allerlei verkleedpartijtjes. dan heb ik een aantal muren in mijn huis die dus een industriële touch hebben. Want ik heb zeg maar muren aan die kant daar. Die zijn een beetje wit-blauwig. Een beetje betonachtig effect met van die scheuren erin. En dat is dan wel met goudroze, rosé glimmend effect erin. En boven heb ik dus in de logeerkamer, wat als eerste is kamer van mijn huisgenoot, ook een beton behangetje gedaan op twee muren met bruin. En in mijn slaapkamer precies hetzelfde behang, alleen dan met groen. En dan de andere twee muren wit. Paars vond ik dus een hele lastige. Kijk hoor, Evika zegt ik heb een paarse muur en bamboekleur en een gebroken wit. Ja, Simpel, ik wil nu al bij jou wonen door al die aparte muurkleuren. Ja, ik kan die niet laten zien. Ik weet niet of ik een foto. Nee, dat heb ik. Ja, misschien op mijn telefoon. Heel lastig. Ja, sowieso kan je nu niet zien omdat het donker is. Het is gewoon heel lastig om dat goed te zien. Maar misschien heb ik nog wel een foto op mijn telefoon staan. Oh ja, dit is in de logeerkamer. Het is mooier behang dan dat je kan fotograferen. Maar het is een beetje wit met bruine gloed eroverheen, zeg maar. Dit is dan in mijn kamer. Mijn slaapkamer. Hetzelfde behang, alleen al wit met een groene gloed eroverheen. Even een tour van mijn huis. Heb ik ook een... Oh ja, dit is waar ik nu zit. Zeg maar, die gouden muur die je daar ziet. Dat is de muur waar nu mijn cam tegenaan staat. Ik vind hem zo tof. Heb ik ook een foto van het andere behang. Oh ja, hier. Dit is de gouden muur. Heel cool. Ik vind die echt heel cool. Bianca of Pinky zegt, krijgt zin om een huis in te richten. Bianca zegt, dat is zeker tof. Oh, ik heb hem. Ja, het is dus heel lastig te fotograferen. Maar dit is dus de muur die ik op in de woonkamer heb aan de andere kant. En die ook in de gang nog gaat komen. Maar het is dus een beetje wit, blauw, grijzig beton. En dan zitten er van die scheuren in. En dat is zeg maar glimmend rosé-goud. En dat is vooral als de zon erop schijnt. Zie je dat heel tof. Maar het is heel lastig behang om dat heel mooi op de foto te krijgen. Je moet echt wachten tot het zonlicht erop schijnt en zo. Maar dat is dus wat ik nu in mijn huis heb. Vicky zegt, je hebt goede smaak. Dankjewel. Ja, ik wil ooit... Ik ben nog steeds niet klaar met mijn huis inrichten. In de gang moet nog steeds behangen worden. En wanneer je huisgenoot weg is, hup, het hele huis gaan verbouwen. Nee joh. Ik ben hier in oktober 2019 gaan wonen. Toen is het geklust. En mijn huisgenoot is in november 2019 erbij gekomen. En die is dus sinds december, afgelopen december, op zichzelf. Maar het was al mijn huis. Dus zij is bij mij erbij gekomen. Zij is niet een officieel huisgenoot. Ze zijn hier niet samen gaan wonen. Dus ze kon niks kiezen. Dus het was al zoals het was. Maar het is nog steeds niet klaar. In de gang moet nog behangen worden. Maar het werd op een gegeven moment koud. En daar zit een verwarming in de weg. Als straks het warmer wordt, dan komt mijn oom helpen. Dan gaan we de verwarming eraf halen. En dan kunnen we het behangen. En ik heb nog steeds spullen in dozen die ik ooit een keer moet uitzoeken. Maar ik wil wel een keer mijn huis gaan nabouwen in de Sims. Ik ben wel benieuwd hoe dat er dan uit komt te zien. En of dat lukt. Want ik heb dus echt zo'n huis. Het is een klein eengezinswoninkje, zeg maar. Dus de gang is bijvoorbeeld heel smal. Je hebt direct bij de voordeur de wc. En dan daarnaast de meterkast. En daarnaast een trap die dus echt in zo'n bocht loopt. Dus dat is wel een dingetje. Simpel zegt, haha, verkeerd begrepen. Jij bent gewoon de baas van het huis. En als zij iets anders wilt, dan is het bij jou nee. Nou, officieel was zij was zeg maar een logerend huisgenoot. Zij woonde nog bij haar ouders. Maar haar ouders zijn ver weg gaan verhuizen. Terwijl zij hier in de buurt woonde. En ik kreeg toen net dit huis. Dus ik zei, nou ja, zolang je zelf aan het zoeken bent naar een huis. Ik heb nu een huis met een tweede slaapkamer. Dus daar mag je in. En toen is ze dus bij mij komen wonen. Totdat ze zelf uiteindelijk wat gevonden had. Dus ik was zeg maar een soort van tijdelijke tussenstop voor haar in de buurt, omdat haar ouders dus heel ver weg zijn gaan wonen. Epica heeft geen meterkast in huis, dan moet hij zijn huis uit. Oh, ja, dat had ik met mijn appartement. Ik had dan wel mijn meterkast in mijn huis, maar de waterkraan was dan in de kelder. Oké, we gaan verder met dit huis, want we zijn hier nog bezig met toeren. Dit bedoel ik dus, hè, dat soms kan toeren heel snel gaan en soms kan er van alles tussendoor komen. Maar we gingen even checken. Dit is dus de kamer die ik heb gemaakt. Maar ik zie dus geen viool. Ik zie wel zo'n oude speler. Zo'n muziekspeler. Maar nee, geen viool. Wilde ik nog even checken. En volgens mij heb ik alle... Nee, die deur nog. Die deur heb ik volgens mij nog niet gehad. Oh jeetje. Wel heel cool. Want ik vind deze tegels... Op zichzelf staat niet heel mooi. Ik vind ze ook heel erg een beetje de zwembad vibe geven. Maar door ze om en om te doen, vind ik ze minder heftig. Badkamer ook op een verhoging. Of badkamer, de badkuip op een verhoging. Heel leuk.
Ik vind ze minder heftig zo, door ze om en om te doen. Ik ben geïnspireerd, Bianca. Misschien ga ik deze tegels ook vaker gebruiken. De wasmand achter een schuttinkje. Dat lijkt me niet praktisch, maar wel heel leuk gedaan. Ook nog zo'n leuk douchetje zo bij je badkuip. Dubbele wasbak met spiegels. Oh, hier hebben we ook nog een vet grote huge inloopdouche. Oké, dit is het huis. Huizen Crea Bea van Bianca. Zo, van Bianca. Laat in de reacties weten wat je ervan vindt. Bianca 80. Nog 5 inzendingen te gaan. Ik zie supermooi huis, mooie huis, kleurrijk en supermooi. Echt tof, ze wordt steeds beter in bouwen. Iedereen is creatief op hun eigen manier. Simpel gaat er vandoor, doe je simpel. Vooral hysterisch, maar ik heb veel lol gehad met bouwen. Dat is mooi. Femke XX04 is aan de beurt. Ik weet niet, oh, ja, je bent in de chat. Jij bent aan de beurt. Het gaat zeker lukken in één stream. We gaan er wel snel doorheen. Of er moet nu iets heel geks gebeuren, maar het gaat wel lukken in één stream. Pulsband 2101. Hoi, dit is mijn pulsband. In het huis vind je oude spullen terug, want vorig jaar is de moeder van dit gezin overleden. En zij hield heel erg van vintage oude spullen en de moeder van dit gezin was enigskind, dus heeft zij een deel van de spullen geërfd. Dit huis is geërfd door 2 tienerdochters, een peuter en een baby. Ik snap het verhaal niet helemaal. De moeder van de moeder van dit gezin. Ook, dus de oma is overleden. Oké. Het moest even verwerkt worden in mijn hoofd. Ontdekt wat er allemaal te vinden is. Knipoog. Oeh. Zo, staat er opeens een kast van een huis. Jeetje mina. 2 auto's voor de deur. Een hele vijver gebeuren hier. We hebben een zwembad waar je ook nog kan zonnebaden. We hebben ook nog een jacuzzi. We hebben ook nog, je kan hier barbecuen, je kan hier aan de picknicktafel zitten, je kan hier lekker zitten. Klimrek voor de kinderen, maar dat is niet alles. Er staat een heel piratenschip. En Simonator, dankjewel voor het volgen, welkom. Heel piratenschip gewoon. Kinderen hebben het hier luxe. Oké, kijk, Bianca vindt de rondingen van deze entree al tof. Daar gaan we meteen naartoe. Nou, dit gaat waarschijnlijk een huis worden waar ik wel een beetje in ga verdwalen, denk ik. Het is heel groot. Oké, oh jee, ik zie ook een kelder. We komen binnen. Dan heb je hier plekjes waar je kan zitten. Dan heb je een kapstok die zo groot is als mijn woonkamer in het echte huis waar ik nu zit. Kijk dan hoe groot. Oké. Dan hebben we hier een klein kamertje. Hier zal vast de wc wel zitten. Ja, oh kijk, een hele badkamer zelfs. Dus een douchecel. En Assassin's 06, dankjewel voor het volgen, welkom. Hier is de wc. We hebben hier een wasbak. Dan gaan we gewoon eerst die kant op. We komen hier binnen. Hier heb je ook een plekje waar je kan zitten. Wow. Oh, dit is leuk. In plaats van dat er met platformen omhoog gegaan is, ben je hier omlaag gegaan. Dus ja, je hebt hier dus de eettafel juist lager gezet. En dan hebben we dus hier een hele grote keuken. Oh, en dit is dus die andere deur. We zijn toch net door die deur gekomen? Ja, oké. Dus je kan met 2 deuren deze ruimte in. Dan heb je hier een hele ruime keuken. Met een schiereiland. Kunst hangen. Daarachter is nog een zithoek. Dus je kan hier zitten. Maar je kan ook hier zitten en televisie kijken en muziek luisteren. Ook lekker ruim. Wat een luxe dit huis. En dan hebben we hier een dubbel kantoor. 2 verschillende computers. Hangt hier een prikbord. Hangt daar nog wat aan de muur. Cirkeldiagram en een schildersezel. Bianca, de keuken doet het denken aan Full House. Ja, die serie ken ik zeker. Die keek ik vroeger. Ik heb Fuller House niet gekeken. Dat trok me op een gegeven moment niet meer. Niet alle reboots vind ik altijd interessant. Oké, de trap. Zullen we eerst de kelder... Nee, de kelder moeten we even op het laatst doen. Want ik kan niet omlaag als ik in deze mode zit. Dan moet ik eerst... Kijk, want ik kan niet verder dan dit. Ik blijf hangen op de vloer. Dus we gaan eerst naar boven.
Oh, je komt boven. En dan moet je, als een soort van pretpark wachtrij, moet je dan zo. En dan zo. Hè? Hallo? Wacht. Maar hoe kom je hieruit dan? Oh, dit is een hekje. Oké. Oké. Oepsie. Zo. Even zakken. Zo. Gaan we door het hekje. Ik was even... Dat bedoel ik dus, een dolhofhuis. Nou, hier kan je ook weer piano... Oh, hier kan je heel concert geven, joh. Gitaren, violen, piano, microfoons. We gaan wel eerst door die deur, daar. Kinderbeveiliging, ja, dat zou best kunnen. Oké, hier hebben we een badkamer. Kijk, ook een badkuipopperverhoging. Er ligt hier wat rommel. Douchel. En ja, wasbak. Dan hebben we hier... Oh, hier is mijn slaapkamer. Gaan we naar de volgende. Dan hebben we hier de peuter- of babykamer zelfs. Kijk, met een zelfgemaakte commode. De violen zijn er ook weer, ja. Oké. Hier. Ook weer een werkhoekje. En hier kan je, hier kan je zitten. Of zitten, hier kan je slapen en vanuit bed televisie kijken. Waar is de volgende deur? Daar is de volgende deur. Nog een slaapkamer. Kijk, deze vind ik heel goed passen bij de kamer die ik heb gemaakt. Met de keuze van bed en kleurgebruik en zo. Oh, en hier is een dubbele deur. Is het een ensuite? Oh, een inbouwkast. Heel cool gedaan. wat heeft iedereen tijdens deze pulspot in zijn huis een viool? Ja. En dat is niet eens iets wat ik in mijn kamer had gezet. Want dan is het nog logisch, zeg maar, als ik iets in de kamer zet, dat mensen denken, oh, ik zet het er ook in. Maar een viool heb ik er dus niet in gestopt. Oké, we hebben hier een badkamer met een bad. Zo'n douchebad. Dubbele wasbak. Kijk, de wc. Ook weer troep. Ze zijn niet zo netjes in dit huis. En hebben we daar nog een deur. Bikkie dacht, ik heb die hekjes nog niet gezien, maar het was een andere kleur. Ja, hekjes komen soms in meerdere kleuren. Kijk, peuterkamertje. Ook weer overal troep op de grond. En volgens mij, ja, heb ik alle ruimtes nu gehad. Nou moeten we even naar de kelder, dus dan moet ik even het huis uit. Oh, je hebt dus hier een soort van wijnkelder. Of wat is dit voor een kelder? Er is een pinautomaat gestolen. We hebben hier kasten, we hebben hier een soort van wijnvat, we hebben hier allemaal kratten. Oké. En hier hebben we allerlei... Dat is de kinderwinkel beroofd of zo. En dan hebben we hier een bar. Er is hier trouwens wel geen behang gebruikt. En een hele lange tafel. En hier kan je ook nog een soort van chillkelder. Nou, dit is weer een huis. Het huis. Oh, ik ben even kwijt van wie die was. Kast van het huis. Laat in de reacties weten wat je ervan vindt. Het huis van Femke. Femke, het huis van Femke is het. Krijg jullie het Origin ID als je denkt, wauw, daar wil ik wat mee. Komt die nu in de chat. Ja, het is eigenlijk meer een villa inderdaad. Het is niet echt een huis. Het Origin ID is Femke XX04. Even kijken hoor, ik zie echt tof huis, mooi huis. Heel leuk weer, zo tof, al die verschillen. Bianca moet er vandoor, dankjewel. Leuk dat je er was. Even kijken, hoeveel huizen hebben we nog te gaan? Nog 3 huizen. Dan pak ik even snel een crackertje. Voordat er straks een knorrende maag door de microfoon wordt opgepakt of zo. Oké, het volgende huis is van Pinky. We gaan nu
jouw huis bekijken. En Floor, hallo, welkom. Evika zegt, zo krijg ik ook honger. Ja, je kan pakken wat je wil. Alleen ik zit nu natuurlijk... Ik kan hier niet iets uitgeprijsd gaan maken of koken of zo. Pinky the dog, heb jij de slaapkamer erin verwerkt? Ja, ik zie hem hier. Dit is interessant. Dit doet me echt zo'n beetje denken zo'n aan Londen of zo. De beschutte villa, je bent de naam vergeten aan te passen. Hier woont de creatieve Carrie Hope. Ze is een interieurstylist die houdt van de stijl van vroeger, maar ook modern. En ze had 3 kinderen, maar die zijn al lang het huis uit. Dan heeft ze ze toch nog steeds. Alleen al zijn het geen thuiswonende kinderen. Ik denk, oh nee, er staat weer had. Het is weer ergens gevonden in een bos. Pulsband 2101, Cats and Dogs, Binky, Kim Puls. Oké, okay, ik ga hem downloaden. Heetje, het zijn 2 huizen. Lijkt echt zo'n 2-onder-1 kap gebeuren. Dan heb je hier een tuin waar iemand met tuinieren bezig is en zo. En een waslijn. Twardis Bis. Twardy Bis, dankjewel voor het volgen. En aan deze kant is er een hele fontein gebeuren. En een wat modernere kant inderdaad. Ook heel geinig dat hier een uitbouw is en hier een balkon. Oké, de voorkant. Kijk dan. Het lijkt, als je het zo ziet, dan lijken het zelfs 4 huizen. Maar het zijn er dus 2. We gaan dan wel gewoon links beginnen. Oh, lager. We komen hier binnen. Oh, dit is een kaal huis. Oh, die is leeg. Oh, zullen we dan maar naar het andere huis gaan? Naar buiten. Er is nog een huis beschikbaar, jongens. Dat is ook wel geinig. Als je denkt, ik wil dit huis downloaden, dan heb je dus 1 kant die dus al gevuld is. En 1 kant die dus leeg is. Dus dan kan je zelf die nog inrichten als je dat zou willen. Ik moet even terug omlaag. Omlaag, ja. Deurhoogte, zo. Zo. We komen binnen. We hebben nu meteen een klein tafeltje hier. Er hangt hier kunst. Ik zie een verlaagde woonkamer. Met ook weer zo'n hoekbank. Die komen ook in heel veel plekken tegen. Televisietje, dus hier kan je lekker knus genieten van het haartje, van de televisie. Dan lopen we wel even zo. Hier een leuke kastje in de hoek. Dan hebben we hier een hele toffe keuken. Allemaal spulletjes en zo. En hier lijkt het ook echt alsof het leeft. Er staat van alles. We hebben hier een tafeltje met een bloemetje erop. Daar zijn ook weer bloemetjes in de hoek. Hier hebben we ook... Ja, het is geen kleine keuken, joh. Je hebt aan deze kant van alles. En dan aan deze kant ook van alles. Echt zo'n huis van een Bourgondier of zo. Oké, we gaan hier in het halletje zien. Kapouter. Hier naar binnen. Oh, dit is een soort van... Is dit een soort van knutselkamer? Oh ja, atelier. Oh, dat is wel een mooi uitzicht dan die je dan hebt op de tuin. Lekker creabea zijn. Omri. Binnen. En dan deze deur. Nou, oh, hier is mijn slaapkamer. Die is dus beneden. Wat is er dan boven? Zweef even over de bank. Maakt niet uit. Oh, dit is mijn muis. Ga omhoog. Zo. We hebben hier een eerste deur. Ik zie hier een bureau met een computer. Leuke wandpanelen. Oh, en hier nog een bureautje. Het is echt een werkkamertje deze. Oké, hoe kom ik er weer uit? Oh, je hebt hierboven nog een aparte zithoek. Leuk schilderijtje. Dan gaan we hier naar binnen. Geen idee wanneer ik er zin in heb. Ik doe niet aan de streamschema, Floor. Dus als ik een keer denk, oh, ik heb weer zin in een nieuwe kamer, dan doe ik een nieuwe kamer. Maar dan heb je sowieso wel minstens 2 à 3 weken de tijd om mee te doen, hoor.
Dus ik zou zeggen, als je wil weten wanneer er een nieuwe Pulsbandkamer komt, dan is de beste manier om in mijn Discord-server te zitten. Want daar heb ik twee kanalen die over Pulsband gaan. Of gewoon mijn galerij in de gaten te houden, want dan zie je op een gegeven moment vanzelf een nieuwe kamer die geüpload wordt. Hier kan je ook lekker zitten. Dit is echt zo'n soort van B&B-kamer, weet je wel? Dat je hier heb je lekker bedje en dan heb je hier zo'n plekje waar je kan zitten. Kledingkastje met een stoel. Hoi Nienke. Nee, daarom zeg ik dat de beste manier is Discord, maar je kan ook mijn galerij in de gaten houden, Floor. Dan zie je hem vanzelf geüpload worden. Oké, volgende deur. Hier hebben we een badkamer. Hier de wasbak met een spiegeltje, medicijnkastje, wc. Ik vind echt dat de landelijke vibe past heel goed in dit huis. Het is heel goed gelukt. Nog een deur. Hoe bevalt de paranormale, Nienke? Heb je hem al geprobeerd? Hier nog een plekje waar je kan zitten. Oh, kijk, één persoonsbed. Ja, het is zeker een leuk en gezellig huis. Nog een deur. Wat een deuren. Oh, kijk, tweede huis met wasmachine en droger. Rekje. Oh, kijk, en hier vind je dus ook de kerstspullen. Om je huis te versieren. Mooi behang ook. En volgens mij is dit de laatste kamer. Oh, kijk. Een kamer voor twee personen. Twee eenpersoonsbedden in deze kamer. Het geeft me echt een beetje de B&B vibes. En Binky zegt, het was ook op een Engels huis geïnspireerd. Dus landelijk past het er ook meteen bij. Ja. Weer een viool! En een vioolkunstwerk, zeg maar. Jeetje. Nou, dit is het huis van Binky, de beschutte villa. En ik vind het heel tof, want deze hele rechterkant is dus ingericht. Maar als je denkt, oh, dat vind ik heel tof. Dan kan je dus hem downloaden. Oh, je hebt mijn slaapkamer ook aan de linkerkant toegevoegd. Twee keer zelfs. Nou, je kan het dus downloaden en dan kan je deze linkerkant helemaal eigen maken. Nou, jullie krijgen van mij het Origin ID. Floor zegt, oh, dat ga ik doen. Ik ga die andere kant zelf inrichten. Oh, leuk. Nou, Binky. Jeroen vindt het ook een keitof huis. Jeroen zegt, je kan ook vet goed bouwen. Ja, Binky heeft ook vaker meegedaan met Pulsband. Zeker leuke dingen tussen. Net als de volgende persoon. De volgende persoon die nu aan de beurt is, heeft ook vaker meegedaan met Pulsband. En heeft ook hele goede bouwskills. Het is Mieke. Ben je er nog? Ik weet niet of ze er nog is. Eerder in de chat gezien. Maar Mieke is aan de beurt. Pulsband 2101. In dit huis kun je vooral schilderen en nog eens schilderen. Hier woont een ouder koppel met hun zoon. Vader en zoon hebben maar één ding gemeen. En dat is hun hobby schilderen. En moederlief, die houdt zich maar wel bezig met breien. Breien en nog eens breien. Ja, Mieke is er nog. Ja, dus uitgebreid breien en uitgebreid schilderen kan je dit huis. Ik zie mijn slaapkamer, dus we gaan deze downloaden. Maar geen viool in huis. Om die gaas aan de kant. Nou, ze hadden ook niet allemaal een viool hoor. Maar het viel me gewoon op dat ik heb in de slaapkamer die ik heb gebouwd, dus geen viool neergezet. Hebben we net nog gecheckt. Maar dat best wel veel mensen in kinderkamers dus een viool hebben neergezet. En sommigen ook volwassenen viools. Dus dat is wel een grappig dingetje. Dat heel veel mensen dezelfde ideeën hebben. Net als met de badkuip op een verhoging, op zo'n plateau. Hebben ook meerdere keren gezien. Dus dat is wel geinig. Dat heel veel mensen door deze kamer op dezelfde manier geïnspireerd zijn geraakt. Check de panelen. Als je op de Twitch website zit, Floor, scroll even naar beneden. Dan vind je uitleg. Oké. Komt de kat nog in beeld? Nee, die kan ik niet optillen. En mijn webcam is niet helemaal goed. Dus ik durf mijn webcam niet meer te draaien. Maar wie weet in de toekomst. Want ik ga binnenkort een nieuwe webcam installeren. Die ook nog eens beter beeldkwaliteit heeft. Maar dan kan ik hem weer gewoon vrijuit bewegen. Zonder dat ik bang ben dat ik hem elk moment stuk maak. Want ik ben gewoon bang. Deze webcam zit nog maar aan één scharniertje vast. Ja. En ja, ik ben gewoon bang dat als ik nu nog ga draaien met dat dingetje, dat die dan gewoon breekt. En dan is dus ook de verbinding klaar, hè? Want dat enige scharniertje waar die nog vast zit, is waar de data wordt doorgegeven. Oké, het huis van Mieke. Pulsband 2101. Lekkere blauwe frisse vibe met de witte hek. Echt zo white picket fence house is dit.
Heel mooi zo met die tuin ook, struikjes. En dan hebben we zelfs een tuinhuisje hier. Vijvertje erbij. Dit heeft ook veel werk gekost, want dit is die ene van Diepuk toch, volgens mij. En hier ook weer. Kan je lekker barbecuen in een hoekje zitten. Oké, we gaan de voordeur zoeken. Die is hier. Iets lager, lager. Nog een keer lager. Ja. Ja, deze webcam, soms is hij eventjes inderdaad aan het wiebelen. De andere is beter. Degene die waarmee ik hem ga vervangen is beter. En, mede dankzij jullie, want ik heb het met mijn Twitch geld heb ik hem kunnen betalen. Oké, we komen binnen. Oh, ik sta nog in de deur. Dan hebben we hier een kapstok en dan ga je dus hier omlaag. Heb je een lekker zithoekje met de televisie. Staat weer leuke kunst en zo. Open haardje. Nog een zithoekje. Boekenkast. En een werkbankje met mooi uitzicht dus. Dan hebben we hier een deur. Oh kijk, zelfs de post ligt er nog. Hoi Kiraatje, welkom. Oh, en in deze deur kom je dus in een ruimte met nog twee deuren. Oh, daarmee kom je naar buiten. En hier hebben we de bad. Nee, de wc. Kijk, wasbak. Met uitzicht op de tuin en de wc. En dan gaan we die kant op, want we hebben daar de keuken. Mooie landelijke keuken. Ook weer met bovenkastjes. Beetje landelijk klassiek is dit. En dan ook weer een split level verlaging met dan de eethoek. Van die servieskasten. Ook daar staat weer zo'n hoekbank doen. Volgende kamer wordt een pakketeditievloer. Ik doe trouwens geen verzoekjes. De subjes mogen nomineren. Dit is al best wel de zoveelste pulspand. Dus dat zou nu wel bekend moeten zijn. Maar de subjes mogen nomineren. En dan komen de top 5 komt dan in een poll op Twitch. En dan kan iedereen stemmen. En dat wordt het. Maar de volgende editie wordt sowieso een editie met een pakket. Oké, we gaan naar boven. We hebben hierboven boekenkast. Kijk, hier kan moeders breien. En breien en nog meer breien. Dan hebben we hier deur 1. Even kijken als we binnenkomen. Badkamer. Oh, dit is geinig gedaan. Dat is die ouderschapdouche. Maar omdat dat erin gebouwd is, lijkt het. Ja, dit is heel mooi zo erin verwerkt. Maar het is juist de uitdaging, want iemand kan nu wel zeggen, oh, wil je volgende keer een moderne kamer doen als verzoekje? Het is een challenge, hè? Als ik iets doe wat je goed in bent, dan is het geen challenge. Oké, hier is mijn kamer. Dan hebben we daar een deur. We gaan even door die deur. Oh, beetje zo'n landelijke, klassieke slaapkamer hier. Ook weer met kunst. Mooi bed. Mooi behang. Hier kledingkast. Ook weer met mooi uitzicht. Dan gaan we de kamer weer uit. Hebben we nog een deur? We hebben daar nog een deur. Kijk. Een schilders opslagruimte. Een koffiezetapparaat. Dat is wel heel slim. Allemaal kunst. Kijk, hier kan je ook nog schilderen. Oh, dus dan kan de vader in de slaapkamer schilderen. En de zoon kan dan hier schilderen of andersom. En hier kan zelfs iemand op de bank poseren. Volgens mij heb ik alle kamers nu gehad, hè? We gaan even kijken. ja, alle kamers heb ik gehad. Dit is ook weer zo'n huis die er van buiten heel groot uitziet. Maar van binnen valt het wel mee. Maar we hebben ook nog het tuinhuisje. Die wil ik ook nog wel even zien. Wat komen we tegen in het tuinhuisje? Kijk, weer een schaakspel. Dat vind ik ook grappig. Die komen ook meerdere keren tegen. Schaakspel bij het raam. En nog een schildersezel. Dus je kan op 3 plekken in dit huis gewoon schilderen. Nou, laat in de reacties weten wat je van dit huis van Mieke vindt.
pulsband 2101. Dan krijgen jullie van mij het Origin ID, want die is anders. Violetje 1981. Kijk, ik zie al heel erg leuk en mooi huisje weer. Kira, je vindt hem super origineel. En Sharon zegt, alles is mooi. Epica vindt hem ook knus. Ja, dat vind ik ook heel goed passen. Want dat heeft de sfeer van de slaapkamer die ik heb gemaakt natuurlijk ook. En dat zie je ook wel weer terug in dit huis. Dat het echt een knusse vibe heeft. Oké. Okay. Nou, leuk gedaan, Mieke. We gaan nu naar het laatste huis. Even kijken of diegene zijn origin of zijn Twitch naam erin heb gezet. Op origin heet diegene Delane IE. Maar ik weet niet hoe diegene op Twitch heet. Dus als je er nu bent, laat het even weten in de chat. Maar Delane IE is aan de beurt. We gaan het familielandhuis bekijken. Hey, dit is de eerste keer dat ik meedoe aan Pulsband. Het verhaal bij dit huis. Hier woont de familie Koning. Deze familie bestaat uit Melanie, Klaas, Samira, Chloe en Kiki. Allemaal zijn ze heel verwend. Maar het meeste verwende is Samira, de tienerdochter. Die wil graag beroemd worden met muziek. Piano spelen. Haar kleine zusjes spelen vaak in de grote kinderkamer en haar ouders genieten van haar muziek. De familie kun je vinden onder de naam Koning. We gaan het laatste huis downloaden. Niet of het de voor- of de achterkant is, maar we zien het wel. Oh, het is de voorkant. Oké. Okay. Ook weer een soort van villa. Twee auto's voor de deur. Moet je kijken, echt zo'n oplooppad ook met lampjes. Ja. En je hebt wel een deur naar buiten, maar er is voor de rest geen tuin of zo. Oké, we gaan naar binnen. Doe me een beetje denken aan zo'n Phoenixwijk, dit huis. Oké, als we binnenkomen, dan zien we al meteen de piano. Hier is voor de rest niks. Ik zie een trap. Dan gaan we hierheen. We hebben een keuken. En hier hebben we de woonkamer. Die is verhoogd, dat vind ik heel geinig gedaan. Kijk, die bank vind ik wel goed passen met die kussentjes en zo. Die vind ik de sfeer van mijn slaapkamer ook wel hebben. Maar dit is een beetje hetzelfde als met Sharon. De keuken is zwart-wit en geeft een hele moderne vibe. En de woonkamer heeft wel wat meer landelijks. Maar de keuken past niet zo goed bij de slaapkamer die ik heb gemaakt. Oké, we gaan hier door deze deur. Dan hebben we hier een badkamer, wasbak, wc. Ook best wel strak deze. En een douchecel. Dan hebben we daarachter nog een deur bij de keuken. Dan gaan we hier naar binnen. Oeh, jeetje, dit is opeens heel erg kleurrijk. De kinder- en peuterkamer, die moeten een kamer delen. Heel erg roze. Die lamp blijf ik leuk vinden. Weer die bank. Die zijn we vaker tegengekomen. En een apart peuterhoekje. Zo van hekje open, peuter er binnen, hekje recht. En daar blijven. Oké. En... Oh, we komen onder de trap uit. Kunnen ze hier lopen? Sims? Oké, we gaan naar boven. Hierboven vinden we dan hele pittige kleuren. Met kunstwerk, hoekbank zelf in elkaar gezet. En dan gaan we door deze deur. Hier is mijn slaapkamer. Kijk, dit is een... hier moet je even goed naar kijken. Het zijn rustige kleuren, maar wel kleurrijk. Je ziet geen witte muur. Heel veel houtelementen, creatief. Ja, het geeft me een beetje... Dit is een beetje een landelijke sfeer. Creatief is meer... creatieve sfeer. En ja, kleurrijk. Maar dit is dan heel ander kleurrijk. Dit is best wel heftig. Oh, zag je nog een deur? We gaan het zo checken. Oké, deze slaapkamer past al een stuk beter. Beetje natuurlijk, alleen die gordijnen zijn heel erg neon. Een groene slaapkamer met een spiegel erbij. En dan gaan we naar een volgende deur. Dat is deze. En hier hebben we dus de badkamer. Met ook weer een wasbak, wc, een douche, zo'n baddouche. Daar hebben we plantjes hangen. Heb ik alle deuren gezien hier? Ja, hè? Even kijken, want volgens mij was er dus beneden nog een ruimte die ik heb gemist. Kijk, hier heb ik alles gezien. Nee, beneden heb ik ook alles gezien. Kijk, badkamer, woonkamer. Een open keuken en een peuterkamer.
Nou, laat weten wat jullie vinden van dit huis in de reacties. Ik vind het wel heel leuk ingericht. Maar ook deze inzending vind ik niet heel erg passen bij de Pulsepan Challenge. Omdat heel veel ruimtes niet zo goed matchen met de kamer. Als ik een beetje kijk naar het huis, vind ik de woonkamer heel goed passen. Want die heeft een beetje dezelfde landelijke vibe. En de knusse vibe. En ik vind deze slaapkamer ook heel goed passen. Vanwege een beetje de natuurlijke elementen die erin zitten. Maar dit is best wel heel erg kleurrijk. En dit is heel erg modern. Dus dat is... dat zijn dus tips voor een volgende editie. Als je denkt, hoe kan ik een kamer kloppend maken? Nou, je kan bijvoorbeeld hetzelfde behang nemen. Je kan bijvoorbeeld dezelfde items nemen met andere kleurtjes erin. Je kan bijvoorbeeld kijken, nou, ik heb bijvoorbeeld hier heel veel hout gebruikt. Dus let er bijvoorbeeld op dat je in het huis ook heel veel houtelementen gebruikt. Dezelfde gordijnen of ramen en deuren gebruiken helpt al heel goed. Dezelfde lampen op meerdere plekken terug laten komen helpt heel goed. Ja, dat is een tips die ik kan meegeven voor een volgende editie. Maar dit is dus de laatste inzending. Dus laat wel even weten aan Delane wat je ervan vond in de reacties. En dan geef ik het Origin ID. Lekker modern, maar in de hal een beetje leeg. Epic heeft hetzelfde gedaan met vloeren en ramen en behang. Ja, dat helpt dus al. Dan zet je al heel snel dezelfde sfeer neer. Ronde vindt het een leuk huisje geworden. Floor vindt het leuk. Joyce vindt hem ook leuk. Ja, ik vond het leuk om te zien, deze editie. 12 inzendingen met het basisspel. Daar maakte ik me een beetje zorgen over. Want met basisspel kan natuurlijk iedereen meedoen. En dan denk je altijd, oh, het worden er een stuk of 50. Maar we hebben het gewoon in één stream gedaan. Ik ben helemaal verbaasd. 12 inzendingen. Ja, Jill. Sommigen dachten, het is carnaval. Dus we laten Kim eruit zien als carnaval. En dan ben ik zelfs ook nog twee dingen kwijtgeraakt in deze periode. Want ik had ook nog het kroontje op gehad en de kattenoortjes. Sharon zegt, ik vond het dit keer echt lastig. Maar hoop dat met mijn verhaal het een beetje indekt. Aha, ja, daar trap ik dus niet in, hè. Maar het was wel een leuk huis om te zien, hoor, Sharon. Dat wel. En Jill zegt, after carnaval hier. Nou ja, we hebben nu net alle Pulsband-inzendingen bekeken. 12 stuks in één stream. Wanneer ik een volgende Pulsband-inzending ga doen, weet ik nog niet. Ik ga wel binnenkort aan de subjes vragen om een pakket te nomineren. Maar ik weet nog niet wanneer ik ga beginnen met de nieuwe kamer bouwen. Ik moet binnenkort ook even mijn computer resetten. Dus ik weet niet hoe lang dat gaat duren en alles weer opnieuw installeren. Dus door daarna ergens. Volgende editie is dus weer eentje met een pakket. Ik ben heel benieuwd welk pakket er dan uit gaat komen. Want sinds deze Pulsepan editie is natuurlijk Sneeuwpret is uitgekomen. Paranormaal is uitgekomen. Allebei pakketten met hele leuke items. Dus het kan zijn dat sommigen denken van, oh, ik ga die nomineren. En dan is ook nog eens de vraag, welke 5 nominaties winnen de Discord poll? En worden dus meegenomen naar Twitch. En welke van die 5 wordt dus de uiteindelijke winnaar in de Twitch poll? Dus daar ben ik benieuwd naar. Epica, we zien wel, hebben we er in ieder geval zin in. Sharon heeft er langer over gedaan dan ze gemiddeld doet aan een huis. Een aantal keer zelfs dingen omgegooid. Floor hoopt dat het een pakket is die ze heeft. Ja, de subjes, hebben jullie al een idee? Alles ligt in de handen van de subjes. Die mogen straks een pakket nomineren. Maar ja, alle 12 mensen. Epica, Simone, Monique, Sharon, Figo W, Bartel, Lianne, Miss Divi, Bianca, Femke, Pinky, Mieke, Delane. Dankjewel voor het meedoen met deze basisspel editie. Arnette heeft al een idee. Epica zegt Sneeuwpret. Sharon zegt Sneeuwpret. Maar er wordt straks een wedstrijd tussen Epica en Sharon wie als eerst gaat nomineren. Ik ga niet de poll meteen starten hoor. Ik ga binnenkort eerst even de giveaway regelen. Want ik heb natuurlijk op YouTube een giveaway lopen. En dan ga ik binnenkort de backups maken en mijn computer opnieuw installeren. Acenet heeft toch weer mooie dingen gezien. Ja, ik ben ook echt geïnspireerd geraakt. Vooral die tegels in de badkamer ook, die Bianca heb gedaan. Die tegels gebruik ik normaal gesproken nooit. Dus dat is echt een dingetje van, ik denk, dat ga ik ook een keer proberen. Pulsepan 2001 is nu klaar. Wanneer een nieuw Pulsepan komt, weet ik nog niet. Maar bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer. Doeg!